L van Minerva. Dat kan u even niet verstaan. Meer of minder Marokkanen? Maar gewoon twee benen. Ik speel liefrecht. Kijk op BMW, jongens. Het zijn zware tijden. Ik word beschuldigd van arrogantie door de heer Baudet, dus dan heb ik het bond gemaakt. Ik noem het zelf warm rechts. Carolien, vrijheid inperken moeten we nu doen. Met mij. Goedenavond, dit is Schermtijd voor Politieke Partijen. Bij uw eigen Geen Stijl, daar waar we met politici praten. En vandaag hebben we een bijzondere gast, want hij is slimste mens van Nederland ooit geworden. Nu fractievoorzitter van de VVD nog eventjes. Staatssecretaris geweest, minister geweest. In de gemeenteraad van Breda gezeten. En hij staat bekend als op één na best geklede politicus van Nederland. Dames en heren, hartelijk welkom. Klaas Dijkhoff. Dankjewel. Ja, klopt dat een beetje? Best op 1A? Heb je Hiddema ervoor? Of? Nee, Peter Quint. Oh, oké. Ja, iedereen heeft zijn smaak. Maar ik denk niet dat hij bij de Esquire hoger zou scoren. Nee, dan heb je ooit nog een keer... Ja, daar heb ik hem officieel gewonnen. Maar Peter ziet er schattig uit. Schattig. Beeldig. Heel mooie plaatjes ook. Prachtig. Wat leuk dat je er bent, Klaas. Ja, we hebben een dikke uur de tijd. Dus we gaan je niet helemaal doorzamen. We gaan een goed gesprek voeren. En dat doe ik gelukkig, lieve mensen, samen met mijn opdrachtgever en degene die dit allemaal betaalt, zoals ik altijd zeg. U kent hem als Van Rossum, maar zijn echte naam is Bart Nijman. Hallo Tom. Stop nou toch eens iedere keer met dat te zeggen. Nou, ik had het al een paar keer niet gezegd. Oh, dus je vond het weer tijd om me weer in herinnering te brengen. Wat mag je niet zeggen dan? Dat ik zijn facturen betaal. Oh! Dat vind ik altijd zo'n flauwe opmerking. Dat is net alsof ik hem hier met een soort zweep achter me... Ja, dat doe je toch ook? Ja, dat is wel waar. Dat hoeft dus niet iedereen te weten. Nee, dat is waar. Nee, dat is goed. Het is zo ook wel duidelijk. Ja. Uitstraling. Wie de basis. Bart, Klaas Dijkhoff. Ja. De afgelopen jaren een beetje gevolgd. Ja, was niet te missen ook natuurlijk qua vrij prominente VVD'er in vrij prominente posities in vrij prominente dossiers. Ja. Van asielbeleid tot het vervangen van een vertrekkende minister van Defensie, korte tijd. Een belangrijke rol als fractievoorzitter van de VVD, waarin je zowel het beleid uiteen mag zetten als de fouten mag proberen weg te poetsen. Om het zo ook maar samen te vatten, denk ik. Ja, genoeg om over te praten. En mede-Brabander natuurlijk. Dat is en mede-Brabander. Leeftijdsgenoot mede-Brabander. Ja. Jij zat in Breda in de gemeenteraad. Ik kom uit Roosendaal. Dus hemelsbreed zaten we nooit zo ver van elkaar vandaan wat dat betreft. Nee, maar alleen Jesse Klaver staat dan dichterbij je. Ja, ik kom uit dezelfde wijk als inderdaad. Ja. Dat is wel Hard Knock Life geweest. Als ik Jesse mag horen over zijn wijk. Ik heb daar wel eens een stuk op GS over geschreven. Dat zou je even op kunnen zoeken. Dat de Westrand die hij beschrijft, dat ik die niet herken uit mijn jeugd. Hij zat ook op school in Prinsenbeek in Breda, werd hij elke dag keurig naar de vrije school gebracht. Oh, echt waar? En Prinsenbeek is toch wel een beetje een chique hoek van Breda. Ja, de goudrijd van Breda. Zeker. Ja. En één significant verschil tussen ons nog wel. Ik ben Breda of Brabant mede ontvlucht om nooit meer iets met carnaval te maken te hoeven hebben. En jij weet niet hoe snel je terug naar het zuiden moet rennen om... Ja, zeker. Het is toch iets genetisch, denk ik. Ja. Ergens zit er toch een DNA-streng dan net anders. Het biergedeelte vind ik prima. Het verkleden, dat is aan mij niet besteed. Oké. Okay. En hoe prachtige muziek ook. Ik vind een goede dwelband, dat kan ik wel echt... Een goede blaas als dwelband vind ik leuk. Maar dat pannenkoek in mijn onderbroek gehalte, dat is echt niet vol te houden. Ja, dat is de wc-experience. Dus ook niet per se carnaval. Die ken ik wel. Ja, dat is het nummer van. Ja, ja nee, die is ooit uit bij mijn oom in de kroeg begonnen namelijk. Maar goed, ergens ben ik ook nog stiekem in Brabant, maar dat hoeft niemand te weten. Heb je het gemist, carnaval? Ja. Heb je er iets aan gedaan? Ja, we hebben wel dingen gedaan. Het werd een beetje melancholisch dit jaar. Omdat er werd juist, vooral bij ons in Breda, Kielgat moet ik dan zeggen, maar leek of er extra veel gedaan werd. Je kon zelfs maaltijden bezorgen die door de prins, bestellen die door de prins bezorgd werden. Ik heb meegedaan aan een gedichtenwedstrijd. Met de kinderen hebben we nog een wagen gebouwd die natuurlijk nooit je huis verlaat voor de virtuele optocht. Leek wel alsof het nog actiever was en mensen nog meer betrokken waren. Maar was het toch wel leuk? Randje. Het was niet, ja, ik ga niet thuis zitten slempen natuurlijk dan. Maar, nee, maar goed. Ik zag jou al voor je zo dat in je wel, eentje. Maar als je met de kinderen thuis Polonaise loopt, hoef je niet een hele hoop te drinken. Maar wel elke dag keurig schrobbelaartje om rond 11:11. Dus ja, we hebben er wel geprobeerd nog iets van te maken. Hè? En de vlag buiten hangen en buiten de speurtochten. Het is totaal ander gevoel, maar ik denk dat op zijn eigen manier was het wel mooi.
Uniek blijft. Er waren leuke carnavalsliedjes ook, die op internet een beetje hitjes werden. Van jongens die dan gewoon thuis op een bank in de tuin gezet hadden. Ja. Een beetje gingen carnaval en liedjes aangepast op corona, et cetera. Dat moest ik toch wel hebben. Ja. Die kunnen we eigenlijk wel een beetje doortrekken. Want naar campagne voeren op dit moment. Hè, dit is waarschijnlijk de laatste campagne die je gaat voeren voor de VVD. Mm-hmm. Alleen dat is nogal lastig nu. Net zoals je carnaval niet kan vieren, kun je eigenlijk niet echt campagne voeren. Of? Nee, dat klopt. Sowieso fysiek niet. De dingen die je normaal doet, maar ook de dingen die je nog wel... Online kun je natuurlijk een hele hoop doen. Maar ja, heel veel mensen zitten er ook niet echt op te wachten. Nee, maar heb je het idee dat je mensen die niet op de VVD stemmen... waar je dus een stem weg zou kunnen halen, überhaupt kunt bereiken op dit moment? Ja, maar je hebt veel minder... ik weet niet of je anders meer invloed hebt hoe je ze bereikt... maar je hebt in ieder geval het gevoel dat je minder invloed hebt. Normaal, je kunt minder doen. Heel veel in zo'n campagne hangt ook gewoon af... Dat kun je niet beïnvloeden, maar als je lekker bezig bent... Hè, dan heb je toch het gevoel dat je de illusie van controle... omdat je dingen aan het doen bent. En er is veel meer dynamiek en andere partijen zeggen iets... en je reageert erop. En nu is het wel heel vaak dat in plaats van dat in een normale campagne... iemand iets zegt en anderen zeggen... nou, kiezers die in je hoek zitten, hè, die je potentieel zou bereiken... nieuwsgierig zijn, maar wat vindt de VVD er dan van? Is vaak de reactie aan degene die het bal opent van... val me niet meer lastig. Het boeit me even gewoon niet. Nee. En ik weet niet of dat de laatste weken nog gaat veranderen. Maar het heeft ook geen zin om tegen wil en dank met boodschappen aan te komen natuurlijk. Ik denk er wel eens, hè. Er zijn er van die online dingen, Zoom-gesprekken en al. Ja. Dus ik denk van de mensen die daar naar kijken, dat zijn eigenlijk de mensen die al lang je pagina hebben geliked. Ja, maar als politiek café is natuurlijk ook wel vaak. Ja? Ja. Wat heeft... Je kunt wel langs de deuren gaan, dat helpt nog. Maar ik denk wel bij live-sessies, omdat de drempel laag is... Als je kleine aantallen hebt, dan is het wel gewoon je eigen harde kern en je moeder die het anders lullig vindt dat er niemand kijkt. Maar als je echt wel hogere aantallen haalt, dan heeft dat wel zijn werking. Alleen, sowieso de massamedia en de tv-debatten is natuurlijk daar moet je altijd wel de manier om de meeste mensen te bereiken. En online kun je natuurlijk mensen gerichter proberen te benaderen, maar... Dan moet er wel een soort campagnegevoel zijn ook. Maar dat is er niet. Meestal ontstaat er in een campagne iets omdat er op elkaar gereageerd wordt. Omdat iemand een uitgeleider maakt of iets zegt waar juist mensen echt een mening op. Waardoor mensen ook zonder dat jij erbij bent of tegen ze praat, mensen onderling over politiek praten. En als dat minder is, dan heb je dus ook minder campagne. Ja, goed. Straks gaan we het nog wat uitgebreider over de campagnes hebben. Tegelijkertijd heeft de VVD natuurlijk wel heel slim gedaan... door vorige week die zogenaamde brief aan alle partijen en aan Nederland af te drukken. Want dat werd dus ook door media overgenomen als premier Rutte schrijft een brief aan... terwijl het in principe gewoon een campagneuiting was. Ja. Waarin die mensen oproept om geen beloftes te doen. En enerzijds zat er een goed gevoel achter... Zo eerlijk wil ik heus wel zijn. Dat het niet voelt alsof we nu inderdaad met z'n allen polemisch moeten gaan doen over allerlei onderwerpen. Omdat we eerst iets belangrijkers uit de weg moeten ruimen. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel een beetje een gewiekste manier van toch campagne voeren. Toch mensen bereiken met een boodschap die dan breed wordt over. Het is ook campagne. Maar ik bedoel, de week ervoor op tv werd nog vraag: ga je nou campagne voeren? Zeiden ik ga nu campagne voeren. Alleen het is heel moeilijk om dat te scheiden. Je kunt nog expres niet. Op de persconferentie als premier de slogan noemen. Dat de expres zeggen, dat gaat wel heel ver. Maar dat het is ook dat er overeenkomsten zijn tussen de boodschap die je daar uitstraalt... En die je uitstraalt als je lijsttrekker bent. Ja, dat is wel logisch. Anders zou het ook heel schizofreen worden. Als ik ben nu premier en ik vind nu A... en dan als lijsttrekker vind ik iets anders. Dat is ook ongeloofwaardig. Dus die overlap zit erin. En dat je met bepaalde banen... bepaalde lijsttrekkers meer persmomenten hebben nu. Ja, dat is een feit. Dat is zo. Ja. Ik wil straks nog uitgebreider over de campagne praten. Maar ik wil heel eventjes... We hebben een klein filmpje gemonteerd. Dat doet natuurlijk iedereen. Ik heb mezelf beloofd. En dat doe ik bij jou ook. Want er zat ook al in het intro. Het dikke BMW. Mevrouw, die laten we er even uit. En nu is hij toch genoemd. is hij wel genoemd. Ik heb even gewoon een overzichtje. Wat quotejes van je. Wat dingen je hebt meegemaakt. Het begint toen je een jongetje van 28 was. Ja. In Breda. Met een iets vollere bos haar. Nog. Zelfs met de coronacoep evenaar ik dat nog niet. Nee. Even daar niet. Kijken we daar heel eventjes naar en dan gaan we daarna nog even hebben over hoe je erop terugkijkt. Ja. In startje 1 alsjeblieft.
Wie is Klaas Dijkhoff? Een oerliberaal. Tweebenig. Ik vind dat een uitzonderlijk talent. Ik speel liefst rechts. Dit spelletje verder vind ik eigenlijk niet zo interessant om mee te spelen. Mensen die bij PSV in het eerste komen, komen ook niet van het hockeyveld afrennen. Ik word beschuldigd van arrogantie door de heer Baudet, dus dan heb ik het bond gemaakt. Het gaat u omdat u zelf met uw achterste in die stoeltjes kan bijverzetten. Daar hebben we gewoon een woordenboek voor. We zijn geen homo. Volgens mijn vriendin ben ik er geen. Dus. Wat denk jij dat er gebeurt als je naar Irak gaat? Dood. Ja. Ja. Ja, dus. Wat je in de toekomst dan ook gaat doen, Klaas, zou er nu al klaar voor zijn om jou op te volgen? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat ook goed. Wordt hij het ook? Daar gaan we allemaal afwachten. Weet je, als je premier wil worden, dat vind ik echt. Als dat jouw zwaarste motivatie is, dan ga je waarschijnlijk onderweg dingen aanpassen aan die doelstellingen. En dat vind ik niet goed. Ik vind het wel knap dat je dat aandurft. Gewoon zonder gêne die 37k per jaar pakken. Ja, bruto. Ja, klopt. Ja. Er echt helemaal geen enkel gevoel bij? Jawel, ik heb er ook over nagedacht. U kiest woorden, u kiest sferen, u kiest toon. En vervolgens na deze dag hebben we geen klap gedaan voor die kinderen die op een vierde nog geen Nederlands praten. Oh, jawel. We hebben geen klap gedaan voor die mensen die onder vrijheid opgroeien en de vrijheid zouden moeten hebben. U heeft hier een moreel verheven debatje gevoerd met mij. En op inhoud heeft u niks toegevoegd en geen klap gedaan. Het werd bepaald wat je aan bepaalde vergoedingen krijgt voor het werk wat je verricht. En dat is waar ik me aan hou. En dan vind ik het zelf een beetje raar om te zeggen als we de wet maken. Die wet staan we achter zoals die is, vinden we hem goed. En als je hem individueel moet toepassen op jezelf, dat je dan zegt, nou ja, daar krijg ik vragen over, laat maar zitten. Mijn zoon Sevilla staat voor het raam. En als ik binnenkom, dan gaat hij staan. Ik heb er heel veel zin in. Dat laatste ben ik blij om. Je hebt er heel veel zin ja, in. Ja, altijd. Hoe is dat nu met campagne voeren? Heb je er ook veel zin in nog? Of? Ja, maar het moet wel loskomen. Ik vind het leuk om over politiek te praten. Maar nu is het vaak gelukkig iets minder over de hype van de dag of de scheve schaats van de een of weet ik veel wat er weer dingetjes die komen de komende weken vast wel weer. Scheve schaats. Ja, ik moet gelijk aan Bob Koen staan. Ja, precies. Daarom. Ja. Maar als je nu terugkijkt, hè, dit is een beetje grosso modo de afgelopen 10 jaar Klaas Dijkhoff. Ja hoor. Hoe kijk je erop terug? Wat heb je bereikt? Nou, misschien iets wat ik niet bereikt heb, maar wat wel aardig gelukt is, dat ik behoorlijk mezelf ben, heb kunnen blijven. Wat me een vrij grote uitdaging leek in dit vak. En verder, ja, wat ik bereikt heb, daar kun je hele saaie lijsten van wetten of zo hebben. Maar ik weet niet of dat precies is waar maar je. Eens één, pak er eens één uit en je zegt, nou, daar ben ik trots op. Nou, heeft de Nederlander ook echt direct wat aan gehad. Ik vond in die asielcrisis vond ik het als land knap dat het gelukt is om niemand op straat te hebben te slapen. Dat is Duitsland en België niet gelukt. Hoewel ik eigenlijk vond dat er te veel mensen aankwamen. En daarom vond ik het knap dat het ook lukte om het te combineren met het sluiten van de Balkanroute en een deal met Turkije. Dat je zegt, ja, we vragen aan u om in de buurt mensen op te vangen waar je niet op zat te wachten. Dus zelfs als je ervoor bent, zat je er niet op te wachten. Maar we gaan ook hard werken en het waarmaken om te zorgen dat het wel de toestroom daalt. Nou, het is daarna niet gelukt om hem nog verder naar beneden te krijgen. Maar die crisissituatie is wel voorbij. Maar er zijn ook hele kleine dingen zoals ooit als Kamerlid de identiteitsfraude. Nou, daar gaf minister Plasterk toen de hele tijd van aan, joh, dat is allemaal niet nodig. En identiteitsfraude, daar hebben we al wetten voor. Ja, dat als je paspoorten kopieerde. En het toch doorgeduwd tegen alle adviezen in. Nou, dat je dan een paar maanden later in de krant gewoon leest dat iemand gewoon allerlei schuldeisers op zijn dak had. En gelukkig via dat wetartikel de politie kon bewegen om achter degene aan te gaan die onder zijn naam allerlei dingen bestelde. Nou, dan lever je een hele concrete bijdrage. Heeft weinig nieuws gemaakt. Maar dan weet ik zelf wel van toch blij dat ik doorgedrukt heb. Want er zijn wel concreet mensen door geholpen. Ja, dat vind ik een hele goeie. En later nog een slachtoffer van geworden trouwens. Door iemand die op het moment dat hij in de krant las dat ik dat amendement indiende op mijn naam product heeft besteld. Dat is echt. Dat je van iemand pizza's thuis laten bezorgen. Ja, precies. Hey, en als er zitten ook toch wel dingetjes in die minder gingen. Er zitten wat schandalen in. En dan is één dingetje. Aan de ene kant vond ik het al jammer. Aan de andere kant, ik wil geen sensatiejournalist zijn. Dat klinkt misschien gek. Maar vond het ook wel weer ergens genieten. Ik heb je daar aardig hard op aangepakt. Over die wachtgeldregeling. Mm-hmm. Want je was een maand minister geweest. Mm-hmm. Je vond het nodig om daar een heleboel centen voor op te strijken. Ja, en jouw excuus was een paar jaar staat. Het is de wet, ja. 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 Het is de wet. Maar heel veel mensen zeggen, ja, maar eigenlijk was het bedoeld voor als je een andere baan zoekt, voor een soort overbruggingskrediet, partij. Ja, kijk, ik snap dat en ik zou het niet nog een keer zo doen. Maar nou ga ik toch weer uit. Ja, als het zo bedoeld was, dan hadden we die wet. Het is heel raar om een wet te maken die A zegt en dan zegt, ja, maar zo is het niet. Dat is eigenlijk een hele bewuste keuze. Er staat een rij in
als je bepaalde functies staatssecretaris-minister en je gaat daarna een bepaald werk doen, dan hoort dit erbij. Dat hoort als onderdeel van de beloning van het werk wat je gedaan hebt. En er staan ook beroepen bij waarbij het niet geldt. Als je van bijvoorbeeld minister wordt, stel je voor, het gebeurt nooit, maar je wordt in het volgende kabinet staatssecretaris, ja, dan geldt het niet. Dan is het, ja, maar dat is hetzelfde hoekje. Ja. Dus ik snap het wel en ik ben er ook voor om die wet te wijzigen. En ik had dan beter misschien in gedachten van die wet het al zelf niet moeten doen. Of misschien had ik gewoon beter niet moeten doen. Maar ja, maar ik ben geen autist, verre van. Misschien is het jurist. Maar ik leg dan toch ik ga gewoon niet mee in dingen. Dat lukt me niet. Soms is het makkelijker om mee te gaan in iets. Maar als ik het niet vind, dan kan ik er niet mee. Ik kan wel erkennen dat ik het dom heb gedaan. Maar ik kan er niet in meegaan dat het niet bedoeld, want het staat er letterlijk in. Ja, nee, het is letterlijk de wet. Maar als je dan een week later, daar stonden we weer voor, ja, je neus. Dat was en toen had je hem teruggetrokken. Ja, toen dacht ik, waar is je ruggengraat? Die ruggengraat die was met... Kijk, als je twee fuck-ups maakt achter elkaar, dan is het weg. En wat ik dus bij mijn aantreden, maar dan gaan we het weer helemaal overdoen, heb ik gezegd, ik krijg een auto met chauffeur. Ik ben niet de enige fractievoorzitter die hem heeft. Er is ook een fractievoorzitter die hem heeft. Die heeft gezegd, nou mooi, en dat geld stop ik ook in mijn zak. Ik heb toen intern gezegd, ik wil dan niet reiskostenvergoedingen. Nou, dus kreeg ik formulier tekenen, afstand doen. Maar dan bleek er nog een andere te zijn. Ja, dus dat kwam de week daarna. En toen dacht ik, dit ga je niet beginnen met uitleggen. Het is en iets waar je verschillend over kunt denken, waar de meeste mensen anders over denken dan ik, maar het is binnen de regels. En iets wat ook binnen de regels is, maar niet conform mijn wil en intentie. Want ik wilde het niet hebben en ik heb het dus dom nooit checken. Nou, toen denk ik, ja, dan houdt het op, dan zet ik het stop. En andere mensen kregen last van. En het, ja, dan, weet je, dat is geen, ik heb toen geld teruggestort en van die vergoeding die ik nooit wil hebben en dat soort shit. De eerste nieuwe reiskostenvergoeding kon je terugstorten, maar je wilde, dat ging ook de gerucht hoor. En assistent Laura zei ook, jij, dat je dat andere geld, dat heb je nooit terugbetaald. Nee. Dat niet. Nee. Dus niet naar een poezenboot of wat dan ook. Dat heb je wel gauw. Dus toen vroeg ik me af, waarom heb je het nooit teruggegeven, terwijl je toch stop hebt gezegd? Ik heb het stopgezet, ik heb het nooit terug. Kijk, ik had er recht op, dat is wettelijk nog steeds zo. En ik heb het ook nooit stiekem gedaan. Ik had het al, andere journalisten hadden daarna gevraagd aan een interview. Frank Hendricks heeft wel eens van de AD. Makkelijkste scoop ooit, ja, zei hij. Omdat je het zelf al gezegd had. Hij loopt de gang en hij zegt, ik heb een vraag, misschien weet je hoe dat zit, over wethouders met wachtgeld. En ik dacht, misschien weet jij hoe dat zit met wachtgeld. Maar toen dacht ik, maar jij krijgt dat natuurlijk niet. En toen zei ik, ja, ik lieg er niet over. Ik zeg, jawel, dat krijg ik wel. En toen heb ik me ook nog uitgelegd, antwoord op die vraag die over wethouders ging. En toen zei ik, ja, als je er nog iets over weet, moet je langskomen. Over wethouders heb je nog iets in de krant staan. Dat was een heel klein stukje daarna. Eerlijke VVD'er hier. Ja, nou ja, goed. Daarom heb ik het ook niet terug. Ik heb er niet stiekem over gedaan. Ik heb het al eerder aan journalisten gemeld. Toen leidde het tot helemaal tot geen ophef. Toen leidde het tot niks. En uiteindelijk, toen dacht ik dus ook nog, zie je wel, het is verdedigbaar. Nou, toen kwam er een moment heb ik het eerst ook nog inderdaad een week verdedigd. Nou, toen kwam die fucker met die reiskosten. En denk ja, nou weet je, ik zet het stop. Toen kwam er ook nog eens een ministerie dat gewoon loog in de pers dat ik dat niet stop kon zetten. Ik heb er twee, dat ook lekker, maar twee goed. Korte, ja, precies. De twee korte vragen nog over. Vond je dat we als journeien, en daar reken mezelf ook even toe, dat we je te hard hebben aangepakt daar? Nee? Had je de indruk dat ik dat vond? Nee, maar dat vroeg me zo maar af. Omdat, nou, ik trek hem even door. Je wel aangaf in interviews op een gegeven moment, die schandalen, die dingen, die hebben ook invloed op mijn persoonlijke niet leven deze. En op mijn kinderen. Deze wel, maar meer dat, nou ja, leuk om daar, maar met Tim Hofman, dat had natuurlijk veel meer impact. Ja? Maar daar heb ik de dag daarna meteen zelf weer een filmpje over opgenomen. Ja. Waar hij ook weer, daar dacht ik gewoon, oké, dit is, maar dat was gewoon persoonlijk. Dat is gewoon, ik had het anders moeten doen. Ik had het ook anders kunnen uitzenden, maar dat maakt niet uit. Ik heb dit gewoon zo gezegd. Het was totaal ongemakkelijk. Ik liep daar ook weg. En toen het zweet liep over me. Ik denk, ik weet nog niet precies wat, maar dit ging niet. Het ging niet goed. Het was totaal. En want het was een gesprek met de jongen, maar ook met hem. En het ging op alle manieren fout. En ik heb ook veel meer tekst ik heb ook nog met hem wel gesproken, ook met het jongetje. Uiteindelijk heeft hij ook verblijfsgunning, niet door mij hoor, maar gekregen. Ja, maar even voor beeld dat mensen ervan hebben. Hier, naar je bek houden. Ja. Nee, wil je mee naar PSV? Oh, dat was Henk Leker. Ja, nee, dat niet, maar dat heeft veel meer impact. Want ik denk, dat is een beeld niet een beeld als in dat het niet door mij komt, hè? Maar wat je daar ziet, ben ik niet. Nee, maar, wat je bij jou ziet net, ik ben gewoon zo'n eigenwijze eikel. Ja, die het dan dat waardeer ik. Daar ook heb wel. Ik ook geen moeite mee of zo. Dat is volgens mij een deel waarom die wachtgeld kwestie
misschien wat groter werd dan nodig was, is omdat je met een zeker ongeduld, wat als arrogantie uitgelegd kan worden, in die camera staat uit te leggen van ja jongens, jullie staan eigenlijk te zeiken. Dat is wat je min of meer zegt. Maar je maakt op een gegeven moment ook de opmerking dat je ik kijk nooit op mijn loonstrook. Ja. En dat is dat getuigt vanuit het blik van veel mensen waarschijnlijk, vanuit een soort luxe positie, een arrogantie die je kan permitteren, omdat je salaris dermate hoog is dat je ook niet hoeft te kijken wat er binnenkomt. Het daardoor extra... Dat is een interpretatie. Ik denk dat de meeste mensen eerlijk gezegd, kijk, ja, jij moet kijken of de facturen betaald zijn. Maar later kwam hier naar me toe, die zei, vond ik zo'n domme opmerking. En die zei, toen ging ik een hypotheek aanvragen. En toen was het beloofd. En toen vond ik 12 dichte enveloppen in mijn la. Toen besefte ik me, ik kijk er eigenlijk ook nog. Ja, maar ik bedoel niet letterlijk het briefje loonstrook, maar wel dat mensen moeten kijken hoeveel er iedere maand binnenkomt. Natuurlijk, maar dit is ook weer hoe eerlijk. Dit was niet tactisch, geen tactisch antwoord. De vraag was, er komt eerst een vraag. De vraag was, het staat toch op je loonstrook? Ja, dat staat erop. Dan wist je toch dat je het kreeg. Je gaf een te eerlijk antwoord. Want ik kijk er nu, ze komen in de mail. Ze zitten ook niet in een mapje daarna. Ze komen in de mail binnen. En dan, ja, als ik ze één nodig heb, dan google ik waar die zit. Je ziet een totaalbedrag bijgeschreven worden en je ziet niet waar het uit is. Nee, het is hetzelfde bedrag als vorige maand. Het zal goed zijn. Ik heb niks om te onderhandelen. Alles is geregeld. Ik heb geen maandelijkse wisseling. Ik draai wel overuren, maar dat heeft geen invloed op je loon. Dus er wordt overgemaakt op je rekening. En in de mail eindigt zo'n loonstrook. Okay. En die gaat dan naar de archive. Ja. Ik zeg niet dat daarmee iets... Alleen, ik geef eerlijk antwoord, letterlijk antwoord op de vraag. Nou, dat heeft heel vaak in mijn carrière geleid dat ze mij zeiden, nou, die geeft tenminste letterlijk antwoord op de vraag. Dat deed ik nu ook, maar het effect was iets anders. Maar nog heel eerst, want in hetzelfde vraag was eigenlijk hoe dat nou op je privé uitwerking heeft gehad. In dit geval niet zoveel, zei je. Nou, dit geval ook kortstondig, maar niet lang. Nee, maar ik denk op het moment dat je kinderen dan week van 8 en 10 zijn en op school zitten, dat er dan wel... Maar heb je dat voor je kids ook gemerkt? Nee, die zijn zo oud niet. En ik wil dat ook voor zijn. Nu zijn ze 1,5 en 3,5. En toen, dat is 1,5 jaar geleden, dat is nog veel jonger. Dus ik las in een interview ook dat je zei, het heeft wel degelijk uitwerking op mijn kinderen. Want ze zien aan papa dat ze niet de vrolijkste zijn. Dat ook wel een beetje, maar dat is meer... Nou, impact op mijn kinderen bedoel ik meer... Stel, er worden dingen in de buurt bezorgd, in de brievenbussen. Op een bepaald tijdstip, op een bepaalde dag komen we aan huis. En zogenaamd, want hij heeft een prijs, komt allen. Dat de buren ook al appen van, ja, het is dit. En ja, ik heb niet een bus gehad, alleen de buren. Nou, dan ga je naar de beveiliging en zeg, ja, we kunnen niet eens, ik weet niet. Dan heb je dus een week stress. Dan ga je op die busdag ga je weg uit je eigen huis. En dat je gewoon als vader het basale gevoel niet meer hebt, ik kan mijn kinderen in mijn eigen huis de veiligheid. Ik weet niet wat er gebeurt. Misschien zijn het gewoon mensen die niet doorhebben wat ze doen. Bedoelen ze het ludiek? Misschien zijn het wel hele enge mensen. Je weet het niet. En de autoriteiten zeggen, wij weten het niet, maar je moet overal rekening mee houden. Nou, dan ga je dus uit je eigen huis. En dan ga je daar op afstand. Dan ga je via de deurbelcamera live zitten meekijken wat er op je eigen oprit gebeurt. Sorry, ik heb een oprit, volgens mij is het ook decadent vinden. Het is geen oprijlaan, het is gewoon een oprit bij een huis. Maar, en dan ga je op afstand naar te kijken. Ik weet toevallig waar dit klinkt misschien creepy, maar ik weet toevallig waar je huis woont. Maar dat vertel ik wel na de uitzending. Nee, maar dat is dus... En dan is het voorbij en dan heb je ontlading van die spanning. Maar die kinderen merken echt wel dat je ouders gespannen zijn. Dat je een gesprek hebt, ja, blijven we dan thuis, hoe gaan we dat doen? Dat ik zeg, nou, ik ga laat me niet mijn eigen huis uitjagen. Dan mevrouw zegt, ja, ik ga hier niet... Weet je, later met Farmers Defence Force gingen die adressen over dingen. Ja, zij bedoelen, ik weet niet hoe ze het bedoelen, maakt me niet uit. Maar op dat moment zijn wel alle gezinnen die betrokken zijn van die Kamerleden, denken wel, moeten wij wel thuis zijn? Stel je, er staan daar grote klaksoneren. Misschien denk je van, ik ga voor zijn deur staan op straat te klaksoneren. Ik doe niks verkeerd. Nou, denk je dat dat voor kinderen lekker is als ze midden in de nacht... Dus dat is de impact die het heeft op een gezin. En dat je het soms gebeurt het, soms gebeurt het niet, soms dreigt het. Maar in al die situaties ben je er gewoon een week mee bezig. Moet je plannen, moet je eigen huis uit. Dat heeft gewoon een grote impact. Dat is weer wat ik daarmee bedoel. Bart hier, en ik ook hoor, want ook in je debatten ben je de koning van het relativeren. Je bent ook wel eerlijk. Bijna altijd blijf je rustig en dergelijk. Maar in het filmpje van net zat een stukje met Pechtold. Ja. Daar werd je echt wel een beetje boos. En daar sloeg jij maar want je reageerde net zelf ook toen het filmpje draaide inderdaad. Dat je echt tegen Pechtold een keer ging. Omdat je een plan had ingediend. Dat zogenaamde wijkenplan, verlichtingswijken, gebruikte jij zelf als term. Maar dat werd meteen geframed als postcode racisme. Ja. En het viel me op dat je in dat debat... Een enorme frustratie niet onverhuld kon laten, omdat je de kans niet kreeg vanaf de get-go om dat plan überhaupt uit te leggen. Omdat het werd uitgelegd als de VVD wil mensen discrimineren.
Ja, en bij Pechtold zat er nog iets bij. Kijk, ik begin even bij mezelf. Het plan was breed en genuanceerd en de wilt in de krant hebben. Wacht, ik ga dat even terug te halen. Je wilde dat wijken met 50% of meer niet-westerse Nederlanders... met een hoge werkloosheid en hoge criminaliteitscijfers. Daar wilde je onder andere verplichte lessen over democratische waarden en tradities. Niet meewerken zou een korting op kinderbijstand of uitkering kunnen betekenen. Maar het was de bedoeling niet om te straffen, maar om mensen te verheffen. Ik citeer allemaal AD, waar het destijds stond. Welwillende bevrijden, kwaadwillende harder aanpakken. En, mooi citaat, ik zou het verlichtingswijken willen noemen... want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt. Ja. Dus als je dit zo leest, dan leest het als een constructief plan. Ja, wat ik wilde doen, en het element van het straffen kreeg de meeste aandacht. En ik heb er ook voor gekozen om dat in het... Ik had het ook uit kunnen halen uit het plan of niet in de versie voor het interview. Maar ik dacht, ja, je moet wel nieuws maken. Dus ik had het ook niet kunnen doen. Dus dat was een risico. Het element dat de meeste aandacht trok was dat ik zei, ja, je woont in zo'n wijk. Dat er zijn al minder kansen. Ik was in Kopenhagen geweest, waar ze een aanpak hebben. En dan zie je als moeder ook nog dat je zoons geronseld worden door de criminelen die van buiten die wijk, die daar niet wonen, maar die daar naartoe komen, dat het lekker makkelijk ronselen is vanwege de kansarmheid daar. Dan wilde ik die mensen die daar kwamen zwaarder straffen als ze in die wijk criminaliteit pleegden. Nou, Kuzu zei laatst, en als er een witte bordenfraudeur in die wijk zit, ja, die dan ook. Dat was AD, dat ging nog goed. Toen kwam RTL met, wat niet klopte feitelijk, mensen die in die wijk wonen en de wet overtreden worden zwaarder gestraft. Nou, dat klopt niet. En dan ga je er ook al vanuit dat de criminaliteit in die wijk veroorzaakt wordt door de wijkbewoners. Dat was niet de insteek. De insteek was, ze worden ronseld, criminelen, nog erger, terroristen, gaan naar die wijk toe en ronselen. Die moet je eruit mappen eerst uit die wijk. Maar goed, toen werd het dus postcode racisme en het beeld. Omdat je in een bepaalde wijk woont, krijg je een andere straf dan wanneer je daar niet woont. Wat feitelijk onjuist was. Ik heb mijn coalitiecollega's gebeld. Daarom was ik zo giftig ook bij Pechtold. Omdat hij wist dat het niet klopte. Ik heb hem, kijk, Kuzu, snap ik, heb ik niet gebeld. Ik heb hem gebeld. Ik heb gezegd, AD klopt. Dit is het plan. Ik snap dat je het niet helemaal gaat lezen. RTL klopt feitelijk gewoon niet. Het is niet mijn plan. Dat je me dan nog steeds in het debat aanvalt op wat het plan wel is, prima. Dan was ik niet zo boos geworden. Maar als je dan, terwijl je weet dat het niet klopt... en het was misschien best voor hem prettig, want het ging over dividendbelasting anders en zo. Dat is later ook nog het feit gekregen. Er was een opzetje tussen jullie helemaal geregisseerd... omdat het anders over dividendbelasting zou gaan. Nou, ja, dat heb ik ook nog... Ja, dat was niet zo. Alleen toen hij daar zo stond en niet alleen aanviel op wat het was... maar ook op wat hij wist dat het niet was... toen dacht ik, ja, dan heb ik ook geen enkele reden meer om... me in te houden. Dan maak je het. Nu maak je er los van een politiek verschil over inhoud en mening, maak je er ook een integriteitskwestie van, vind ik, voor mijn persoonlijke integriteit. Dus jij weet dat het niet zo is en je draagt er wel aan bij. En dat je dat bij Geert deed, dat wist ik al langer, dat maakt me ook niet uit. Ik kan het ook hebben, het heeft ook geen impact op wat ik van hem vind later. Dat is dan in die arena. Maar ja, dan moet je niet denken dat ik daar gemoedelijk ga blijven staan doen. Dan kun je ook echt, je kunt me echt wel boos krijgen. En dan levert het dan meestal best nog wel spectaculair beeld op. Maar was het niet een heel erg politiek spel dan ook van Pechtold, wat je had kunnen zien aankomen? Je zegt van, nou ja, Pechtold... Op het moment dat het gebeurt, denk ik, krijg ik eerst een cynisch lachje van, oh, ja, ga je dat echt doen? Dan probeer ik volgens mij één keer proberen uit te leggen, nou, u weet dat het niet zit, ging je daarop door. En dan denk ik, ja, dan kun je het ook krijgen. Ik ben daar ook niet ongecontroleerd boos, ik weet precies wat ik zeg. Functioneel boos? Ja, ik ben wel echt boos. Dus niet functioneel boos, dat associeer ik met je voelt je niet boos, maar je doet alsof. Ik was boos, maar ik kan het ook dan nog wel inslikken of een andere manier doen. Maar toen dacht ik ook, nou, dan, als jij het zo wil hebben, dat kan. Maar dan waarom zou ik me dan nog inhouden? Waarom zou ik dan niet een keer lekker mijn mening geven over deze sessie? Heb je op zo'n gevoel niet het gevoel dat het enorm zonde is dat je zoveel energie en tijd moet besteden aan iets rechtbreien wat per definitie al vanuit de verkeerde premissen gaat, wetende dat je plan eigenlijk al gestrand is voor je het goed en wel hebt kunnen neerleggen? Ja, dan moet je dus. Je moet dan op dat moment ben je gewoon aan het kijken. Kijk, die goal die je net tegen hebt gekregen, om die nog in een 2-1 terug om te buigen. Je kunt die goal tegen nog wel beklagen over de scheidsrechter of RTL of over Pecht. Dat heeft geen zin. Dus kan ik beter proberen om maar een paar punten te maken in de golf waar ik dan zit. En dat later ben ik nog die wijken in geweest om met de mensen waarvan ik denk, ja, ik wil niet dat er uiteindelijk... je mag, als ze daar boos op me zijn vanwege wat ik wel vind, prima. Dus ik ben wel daar nog heen geweest om te bespreken wat ik wel vind.
Dat levert geloof ik ook een kop op, omdat iemand zei, je zei het alleen om Geert Wilders. En toen zei ik het maar, het interesseert me geen fuck wat Geert Wilders zegt. Was dat weer de kop, dus bleef een beetje in dynamiek hangen. Dat staat hier, heb ik ook nog uit een interview gehad, dat mensen me niet geloofwaardig vinden, is niet mijn probleem. Nee. Toen denk ik, ja, het is ook wel een beetje perceptie, zeker in campagnetijd. Of ben ik te naïef? Ja, het kan mijn probleem zijn, maar voor een deel is het niet mijn probleem. Omdat als ik dingen moet doen die niet bij mij passen, dan kan je een raar spiegelpaleis. Dan moet ik ongeloofwaardige dingen doen om geloofwaardiger te lijken. Of ik moet net zoals over die loonstrook, dat vonden mensen ongeloofwaardig. Ja, maar het is de waarheid, dus vertel ik dan de waarheid. Ik kan natuurlijk, heb ik ook wel momenten gehad dat ik tactischer ben en dat ik denk, ik hoef niet te liegen, ik laat gewoon iets weg. Maar als ik concreet gewoon antwoord geef op een vraag en het is de waarheid die ongeloofwaardig is, gevonden wordt, ja, ik kan er moeilijk een andere waarheid van maken. Dan vind ik het niet mijn probleem. Ja, true. Het is met die loonstrook natuurlijk niet alleen per se of het wel of niet waar is. Het gaat er volgens mij nog steeds om dat er gewoon heel veel mensen zijn die wel iedere maand iedere dubbel moeten tellen. Zeker. En niet de. Nou ja, goed. Maar dat hebben we net al. Die luxe positie heb ik. Ja. Dat is maar, en daar hebben we net al over gehad. Laten we daar niet over door blijven emmeren. Maar er gaat over jou wel altijd. Er gaan altijd een beetje twee dingen over jou. Dat je als je ergens een kamer binnenkomt, dan acht je jezelf altijd de slimste in de kamer. En je hebt een groot ongeduld met domheid. Dat zijn verhalen die uit verschillende hoeken die al wat langer over jou gaan. En dat zie je soms een beetje naar voren komen. Dat lijkt ik soms naar voren te zien komen, laat ik het zo zeggen. Op zulke momenten, als er een relletje of ophef is, maar ook met zo'n pechtold, dat je dan het idee hebt dat je je tijd aan het verdoen bent om iets op te lossen of te recht te buigen wat eigenlijk volgens jou heel anders zit of anders zou moeten zijn. Heeft dat erg mee te maken gehad dat je denkt van, weet je, misschien moet ik ergens anders gaan werken, iets voor mezelf gaan doen, uit deze arena weg, is de tijd een beetje op hier? Nee, en als mensen het zo voelen over dat in die kamer loopt, dan accepteer ik dat het zo. Ik heb zelf dat gevoel, ik ben nooit bezig met het meten, met dat soort schedelmeten, zeg maar. Met het meten van, ik ben slimmer dan die anderen of zo. Ik merk wel dat ik op soms dingen zeg, soms zeg ik iets wat ik bloedserieus meen en word er hard om gelachen. Denk, nou, je incasseer hem dan maar als grap, maar ik was eigenlijk serieus. Ik ben zelf daar niet zo mee bezig. Maar het kan zijn dat anderen het gevoel hebben van, ik zit gewoon meestal, maar het kan wel zijn dat ik me kan verliezen in een discussie, dat ik gewoon in mijn hoofd zit en niet empathisch ben, maar dat ik gewoon gewoon in het onderwerp zelf bot kan zeggen, ja, maar hoezo dan? Of dat is onzin, of dat. Dat is wel met de jaren minder erg geworden, hoor. Maar als dat eerlijk zijn belangrijk is, dan is het toch af en toe ook wel lastig geweest om bepaalde miskleunen van de VVD te moeten rechtpraten, terwijl je weet dat je eigenlijk iets staat te verdedigen wat niet helemaal klopt. En dan kan je het over de toeslagenaffaire hebben, maar ook regelmatig terugkerende issues met integriteit bij de VVD. We hebben Rutte bewindslieden zien verdedigen tot het niet meer kon. Van der Steur tot Opstelt en Teven. Halbe Zijlstra, die ging iets vlotter. Maar ook Anne-Wil Duttler is er eentje. Maar waar heb ik die dan verdedigd, Anne-Wil Duttler? Niet om deze, maar even alle. Gewoon in brede zin, dat je vaak, als fractievoorzitter sta je vaak namens de partij een partijstandpunt uit te dragen. Ik denk dat bij de toeslagenaffaire mijn inbreng behoorlijk veel zelfkritiek had. Ja, maar ik weet niet wat ik heb verdedigd. Ik heb wel, dus ik weet wel, ik, voor mijn gevoel weet ik wel wanneer ik een minister heb verdedigd, maar dat was niet een partijgenoot. Er was ooit een debat bij Ronald Plasterk, die bij Nieuwsuur een briefje uit zijn zak haalde over iets met de geheime diensten en zo. Oh ja. En toen moest ik het verdedigen en toen dacht ik, hadden we een lijn en toen zei ik, dat kan niet, ik kan dit niet zeggen. En toen zei Halbe, de toenmalige fractievoorzitter, nou, dan verzin zelf maar wat je ervan vindt. En toen heb ik ook dingen aangegeven, maar wat ik echt vond, dat was geen verdediging. Ik vond dat dingen die wij niet horen te weten, moeten we ook niet discussiëren. Ik vond de fout dat hij iets gezegd had wat wij helemaal niet horen te weten. En de Kamer zat op de route dat hij het eerder had moeten melden, bla bla bla, of meer transparantie. En ik vind dat bepaalde dingen bij inlichtingendiensten we niet hoeven te weten. Dus daar had ik geen verdedigingslinie van het gedrag, maar een andere reden waarom ik niet vond dat het moest leiden tot het aftreden van de minister, dat kan ik me nog herinneren. In mijn hoofd heb ik altijd, heb ik ook in het debat over het bonnetje waar ik zelf in zat, maar dan moet je, het kan zijn hoor, in 10 jaar, maar ik heb niet nu een gevoel dat ik meteen denk van, oh ja, toen heb ik iets verdedigd. Je kunt wel zeggen, je bent lid van een partij waar dingen fout gaan en je bent lid gebleven, dus accepteer je dingen. Ik zie ook dat op integriteit, alleen dat duurt een paar jaar en nu gelukkig zien we daar nu de vruchten van, dat ik weet dat we in toenemende mate problemen hebben voorkomen. Dat er mensen ook niet meer welkom zijn bij ons of op lijst of in de fractie, waarvan ik weet dat dat als een probleem geweest. Dat we daardoor nu ook dit jaar in één keer achter GroenLinks zijn geëindigd en niet meer het lijstje aanvoeren. Maar dat kost tijd, want je hebt
een probleem dat in 2019 zich manifesteert, is vaak al eerder ontstaan of begonnen. En dat weet ik dan ook niet. Anne-Wil Duttler noem je. Nou, daar zal ik niet te veel over zeggen. Want ik geloof dat er nog een rechtszaak komt. Is dat als getuige, weet ik veel. Daar word ik opgeroepen. Maar daarvan, dat zijn feiten die dan zijn. Die je ook niet, het is niet dat je het allemaal zit te weten. Op het moment dat zo'n publicatie komt, dan moet je erin duiken. En dan moet je je afvragen, klopt dit? Wat klopt ervan? Wat klopt er niet? Wat zegt die persoon zelf? Het is niet dat dat naar buiten komt en dat wij allemaal zitten. Nou, ze zijn erachter. Nou, dit wist wel 3 jaar of zo. Ik ga hem meteen zo snel. In het geval van specifiek Duttler, omdat daar zaten wel zoveel details aan, met zoveel overlap tussen verschillende VVD'ers. Ik heb dat nu niet allemaal helemaal paraat. Maar toen dat eenmaal naar buiten kwam, had dat wel een sterk gevoel van, shitje, nu komt dat nu pas naar buiten. Is dat niet al langer binnen de partij aan de gang? Maar ik kan me herinneren dat wij in die tijd, dan hebben wij een korte Twitter-uitwisseling gehad. Ja. Ik heb er zelfs nog een screenshotje van gemaakt. Over die zaak nadat zij weggingen. Jij weer sprak nergens. Jij betreurde de. Ik weet niet of het screenshotje paraat hebben, jongens. Ja. Ik weet niet of dat leesbaar is vanaf hier voor jou. Maar het is nogal een lange tafelbak. Ja. jij weer sprak nergens. Je ging nergens in tegen de uitspraak van de rechter, die gewoon zei dat mevrouw Duttler inderdaad over de grens was gevallen. Maar wat opviel, was dat je wel hardop zei dat je het kloten vond dat er zulke integriteitsproblemen in de partij spelen. Ja. En je zei, ik zie verbeteringen, maar we zijn er nog niet. Dat blijkt wel weer. Waar ik naartoe wil is, want hij zei, ik zei tegen jou dat je te lang de grootste partij bent. Dat heeft een prijs. En dat het zichzelf uiteindelijk toch wel een keer gaat corrigeren. En toen zei jij, dat ben ik als burger eigenlijk gewoon met je eens. Als partijman doe ik met anderen een poging tot zo'n zelfcorrectie. Ja. Denk je dat die zelfcorrectie er nu is? Dat er een schoonmaak is geweest in de partij, waardoor we niet nieuwe TV-deals of dat soort bonnetjes, affaires, dat... Ik denk dat er wel... Ja, ik ben nu in de verleiding om de dubbele rapporten, commissie Oosting 1 en 2, op te gaan lepelen om te dissecten wat daar precies wel niet fout ging. Wat je daar had, was ook, dat had ook een ambtelijk probleem. En dat is, daar moet je als politieke partijen en bewindspersonen aan sturen dat verandert. Van die slimmigheden, van die slimme juristenzinnen waarbij je 3 jaar later zegt, ja, maar het stond er toch. Terwijl je denkt, ja, kom eens, dat en daar moet je vanaf. Die reflex moet eruit. Ik heb op dat departement Dat is wat we nu een beetje de Rutte-doctrine noemen de laatste tijd. Ja, dat is een term die sinds december bestaat. Waarvan niemand een uitleg heeft kunnen geven anders dan de WOP, de wet zelf. Dus ik weet, dan wordt er van alles. Het is een slimme insteek, met name van een zeer bevriende, gewaardeerde coalitiepartij, om dat steeds te noemen. Maar prima, dan denk ik altijd van ja, oké, slim frame, maar wat zit er? Het is niet alleen een slim frame, het is ook als mensen begrijpen wat ermee bedoeld wordt, dan zien mensen ook, dan is er dus ook een kern van waarheid waarschijnlijk in. Als je het moet uitleggen wat een Rutte-doctrine is. Nee, een slim frame creëert juist dat mensen het idee hebben dat er wel iets klopt zonder dat je. Maar het is ook een feit dat de Kamer tientallen keren niet geïnformeerd is onder artikel 68. Er ligt een motie van 150 tegen. Dat niet wordt uitgevoerd, dat zeker. Moet dan alleen ongren doen van. Als je het die naam geeft, dan heb je maar misschien krijg je het te ver. Dan heb ik altijd het idee van, ook was het dan voor 2010 beter? Of hebben we gewoon te maken met een hele lange, met een ontwikkeling in de samenleving terecht om meer transparantie, die ook vereist dat je daar veel met mondige ambtenaren, die als het op een gegeven moment te lang op de verkeerde redenen onder druk gezet worden, dat ze dan een andere weg naar buiten, terecht, hè, klokkenluiders. Moet je daar anders mee omgaan, dan loopt de overheid daarbij achter. Ja. Zie ik verbeteringen ook? Is dat consistent? Niet altijd. En kun je daar als bewindspersoon, ongeacht van welke partij je bent, veel invloed op uitoefenen? Ja. Ik heb nooit gevraagd, namelijk als staatssecretaris en als minister, als tekort kwam het niet voor, maar in de ministerraad of zo, vinden jullie het oké als ik dit naar buiten breng? Nooit. En als ik het heb gedaan, heb ik nooit een telefoontje gehad van de AZ van waarom heb je dit naar buiten gebracht? Je moet ook gewoon zelf nadenken en denken, oké, piketmeldingen van de gevangenis. Maar zet die gewoon openbaar, maakt het uit. Dat bleek niet onder jouw termijn als staatssecretaris van asielzaken, maar wel onder die van, en nu sla ik een... Harbers. Ja, de politiecijfers, waarin moord en doodslag volgens mij onder een soort overig werd neergezet in de politierapporten, waardoor het leek alsof dat niet aan de hand was, terwijl dat wel... Deze is wel heel ironisch, omdat dit, als je het heel creatief vindt, dit is het eigenlijk mijn schuld. Want voordat ik staatssecretaris werd, dit rapport bestond niet. Deze rapporten waren er niet. De Kamer vroeg er wel eens om en ik ben begonnen met het maken van deze rapporten. Dus het was een vrij recente geschiedenis.
Ieder jaar werden die beter. Ieder jaar kwam er meer informatie. Je moet hem ook opschonen. Wat hebben ze nou daar gedaan in die ranglijst? Hebben ze gewoon, eigenlijk bijna alsof je Reddit bent of clickbait wil doen, de 10 meest voorkomende criminele overtredingen. Die hebben ze, en de rest was overig. Dat is niet heel politiek sensitief. Want als je ziet dat er op plek 16 iets staat wat heel, heel sappig is, dan moet je misschien niet rangschikken op de 10 meest voorkomende. Niet per se sappig, maar gewoon waar echt het snelst en het hardst op moet worden ingegrepen als het voorkomt. Tuurlijk. Doodslag en ja, daarom is, daarom is het ook raar, alleen of niet slim en dom. Maar er is een vraag, is daar een cover-up geweest? Heeft daar een bewindspersoon gezegd, dit mag niet naar buiten? Of heeft daar een ambtenaar gewoon gerangschikt op de 10 meest voorkomende en is de rest overig omdat de tabel anders lang? Echt, mijn advies, doe niet overig. Doe gewoon, maar al is die tabel 28 pagina's. Geef de bron. Er zit er één iemand bij die polygamie heeft gedaan op plek op rijen 48. Zet die er lekker bij. Doe geen overig. Spits het allemaal uit. Daar ben ik het meteen mee eens. Maar de dus het is inderdaad, dat is fout, dat is niet goed. Ik zie daar geen politieke kwade opzet om iets te verduisteren. Maar het was een bijeffect van iets een paar jaar geleden, juist om meer transparant te zijn, een paar jaar daarvoor. Dus in die zin vind ik dat ironisch. Ik zie, de ontwikkeling is goed en er worden daarbij nog fouten gemaakt. 10 jaar geleden had deze fout niet gemaakt geworden, want was er gewoon geweigerd geweest om überhaupt een overzicht te maken. Maar een kleine 10 jaar geleden is wel, dan maak ik het sprongetje naar de toeslagaffaire toch, is ook daar zijn fouten gemaakt, die zijn ontdekt, zijn aangekaart, is vervolgens niks mee gedaan. En jaren later is er een kabinet demissionair over geworden na een lang en vervelend en ook voor de buitenstaander zeer tragisch traject toe te kijken, waar de Kamer steeds te laat, te weinig, niet goed werd geïnformeerd. Ja. Waar zelfs commissies werden opgetuigd die niet alle informatie hadden. Of zelfs actief donder niet alle informatie wilden hebben. Dan is het toch niet raar dat er op een gegeven moment een beeld ontstaat van, nou, dit is de VVD, die proberen het allemaal in de onderste laag. Of het raar is, maakt niet eens zoveel uit. Alleen ik vind wel, ook om mijn werk, ook om nog even te kijken naar feiten voordat ik daarin meega. En dan neem Menno Snel, die is afgetreden onder politieke dynamiek. En wat hem verweten wordt, wat juridisch klopt, hè, staatsrechtelijk. Je bent ook verantwoordelijk voor informatie die jij niet aan de Kamer hebt gegeven, omdat ze ook jou niet hebben bereikt. Mm-hmm. Maar dan vraag ik me wel af hoe je op. Hè, dus politiek klopt dat. Is je verantwoordelijk, moet je aftreden, demissionair. En wij zijn verantwoordelijk voor alles, dus ook hiervoor. Maar de stap zetten naar, je hebt iets bewust gedaan. Als een minister informatie niet krijgt, dan komt hij sowieso nooit bij de Kamer. Maar dan heeft de minister niet de informatie gehad en gezegd tegen zijn ambtenaren, stop dit even weg. Als je het zelf ook niet hebt, dat is natuurlijk de pijnlijkste manier om te moeten gaan. Je bent verantwoordelijk, ook voor dingen die je niet weet, waar je geen invloed op hebt. Dat hoort er allemaal bij, vind ik goed aan ons stelsel. Daarom vind ik ook, dan moet je aftreden, niet tegen de Kamer zeggen, ja, maar ik wist het zelf niet. Daarom vond ik goed dat Harpers aftrad. Maar hem is nooit verteld, we willen dit onder kopje overgeschakelen. Aftreden zou ook geen doel op zich moeten zijn, omdat het van twee dingen afleidt. Namelijk, het haalt een poppetje weg, maar niet het probleem. Dat en alle aandacht gaat naar het poppetje en niet naar het probleem. Dat is waar. En dat is ook een deel van het verhaal van Omtzigt, die dat dus steeds zegt van, het gaat er mij niet om dat de bewindspersoon moet aftreden of dat er een kabinet moet opzouten. Het gaat erom dat het probleem gerepareerd wordt. Dat je stappen terug gaat volgen. Maar in de dynamiek van tijdlijnen vragen wordt het wel vaak een whodunit. Dus het is wel. Ja, zit wel omdat een, uiteindelijk. Zit wel een, dus het is niet alleen hoe lossen we dit probleem op voor die ouders. En dat blijft een. Mensen kunnen fouten maken en dingen verkeerd doen. Dat is een soort lichte overtreding van. Een lichte whodunit. Van jou, je hebt een fout gemaakt en op die fout is gestapeld en is verder gegaan. Maar er zijn ook mensen die wel degelijk een whodunit op hun naam hebben gehaald. Omdat ze iets wisten en er niks mee deden. Er was een rapport. Er is een rapport van een dame die bij de Belastingdienst in 2015 uit mijn hoofd al een waarschuwing schreef van, er gebeuren hier dingen, die gaan niet goed. En daar is vervolgens niks mee gedaan. En dan worden er in die verhoren, in die hoorzittingen, wordt door allerlei mensen ontkend dat ze het ooit gezien. En dan hebben we het weer over diezelfde juridische taal, dat het op een hele handige manier. Ik heb dat rapport nooit in mijn handen gehad. Nee, maar dat wil niet zeggen dat je het niet voor je neus gehad hebt, maar dat wij zo spreken iemand anders de pagina dat voor je omsloeg. En dat is ook het sappige, dat is ook het meest boosmakende. En dat is zeker een onderdeel van het probleem. Als je alleen maar daarop focust, dat rapport had er eigenlijk al niet eens geschreven hoeven worden, als er jaren daarvoor signalen al beter door waren gekomen. Dus het is en gebeuren dit soort dingen, doe ik niks aan af. Maar als je in de politieke jacht naar een oorzaak of naar een oplossing heel erg in die whodunit sfeer zit, dan draagt dat bij aan het uncoveren, het ontdekken van een deel van het probleem, maar ook een deel niet. De uitkomst wetgeving, ik blijf.
Ik hoor Pieter om zich steeds vertellen dat de wetgeving het probleem niet was. En dan denk ik, ja, dan mis je wel ook een deel van dat. Wat hij zegt klopt, doe ik niks aan af. Ik zeg dit ook niet om er iets aan af te doen. Maar ik vind het wel jammer dat dan, doordat dat zoveel aandacht krijgt en terecht net gedaan wordt, of er niet ook nog dingen naast staan. De wetgeving die we hebben gemaakt als Kamer had wel degelijk een probleem, zat wel degelijk kan ik makkelijk gelijk op geven. De toeslagen, dat hele toeslagensysteem is natuurlijk een bijna onmogelijk te onderhouden apparaat, wat mede door het CDA in het leven is geroepen. Ja, en ook door ons hoor. En ook het niet hebben van harthuisclausules, ook door ons. Ja, en vervolgens blijkt er een mede door EU-regelgeving dat er vrij makkelijke toegang tot door Roemenen, Bulgaren, Oost-Europeanen was, tot toeslagensystemen die fraudegevoelig bleken. Vervolgens ontstaat er een fraudejacht. Ja. En die slaat dan weer door met uiteindelijk een uitslag. Ja. Die zijn er ook voor de Bulgaren fraude al dingen misgegaan bij de toeslagen. Maar ook toen was de wetgeving al compromisloos. En daarna zie je inderdaad welke dynamiek is er. En dat heeft effecten. Een Kamerdebat heeft niet alleen effect op die dag. Het heeft ook effecten op hoe een ambtenaar denkt dat ze willen dat je zijn werk doet. Dat zeker. Nou ja, het heeft iets met bedrijfscultuur te maken. Ja, en als Wekers letterlijk zegt in de Kamer, ik ben bereid dit te doen wat u wil, maar dan gaan er wel de goeie onder de kwaaie leiden. Ja, op het moment dat dan iemand op de werkvloer zegt, ja, maar nou gaan we misschien, we hebben hier een grote bulk, zet alles maar stop, zegt iemand. Dan zegt er één iemand, nou ja, alles moeten we niet zo veel naar kijken, want anders gaan de goeie onder de kwaaien leiden. Ja, maar dat heeft is gisteren letterlijk gezegd. Toen zei de Kamer, dat accepteren we dan. Ja, nee, dan moet de Kamer daar dus ook zorgvuldiger in zijn. Zeker. Maar je wilde het ook nog. Ja, zo blijven dat soort dingen. Ja, het eindbeeld is vrij helder. Er is iets heel groots fout gegaan. Alleen de weg daar naartoe heeft inderdaad heel veel invalswegen en heel veel. Heb je dat pijnlijke woord weer? Nuances. Jij wilde ook heel graag toch met Klaas over hebben waarom die nou toch weggaat. Waarom die nou toch stopt. Maar dan moet je eerst even in steetje 2 aanzetten. Zullen we die eerst even bekijken? We hebben weer een filmpje van jou en van uw politiek leider. En dan zeg je altijd, ik heb geen politiek leider, want ik ben een liberaal. Maar hij is de leider van je partij. Zeker. Mark Rutte en Klaas Dijkhoff over een mogelijke premierschap van Klaas Dijkhoff. In stakje 2, alsjeblieft. Misschien wil je minister-president worden. Nee, ik heb liefst dat iemand wordt die het niet echt wil. Ik wil, dus niet dat ik een vurige wens heb van dat ik dat wil. Maar dat is een functionele ambitie. Die ambitie? Ja, die is niet functioneel. Ik heb geen ambitie in functies. Die heb ik op inhoud. En als iemand anders beter is in jouw partij om de kar te trekken, moet je dat vooral doen. Maar die is er toch op dit moment niet? Nou, zeker wel. Die is al premier. Ja, nee, maar ik bedoel, voor de toekomst hebben we het over, hè? Nou ja, goed. En verder moet je, weet je, als je premier wil worden, dat vind ik echt, als dat jouw zwaarste motivatie is, dan ga je waarschijnlijk onderweg dingen aanpassen aan die doelstelling. En dat vind ik niet goed. Beetje hetzelfde als dat je beroemd wil worden, zonder reden. Ja, zou ik ook niemand aan willen. Ik ben niet beroemd, maar bekendheid brengt ook mindere dingen met zich mee. Dus ik denk dat dan ga je dan bijvoorbeeld je inhoud aanpassen aan wat je denkt dat wat prettig is. Of dan ga je niet eerlijk zeggen wat je vindt in een debat, omdat anders zie mensen dat anders opvatten dan je zelf had bedacht. Klaas is klaar voor. Klaas Dijkhoff, we hebben hem eerder vanavond bij College Tour gezien. Die zou je nu al kunnen opvolgen. Ja. Dat denk ik. Ik vind het een uitzonderlijk talent. Dat zou kunnen als jij naar, sorry dat ik je onderbreek, maar als jij naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld naar een hoofdraad bij de EU. Maar je wil het niet zeggen, hè? Nou, ben jij de balenmachine? Maar wat je in de toekomst dan ook gaat doen, Klaas, zou er nu al klaar voor zijn om jou op te volgen? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk het tot ook goed. Wordt hij het ook? Dat gaan we allemaal afwachten. Dan gaan we afwachten. Ja, luister, ik zit er nog. En ik ga ook weer op een gegeven moment als de verkiezingen naderen kijken wat ik zelf ga doen. Of ik dan nog door wil. Maar het is altijd goed te weten dat er hele goede mensen zijn. Er zijn er meerdere, maar Klaas is echt. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat herkennen. Ja, heel trots op dat hij daar zit. Dit is een jaar of 4 geleden, schat ik ongeveer. En ik mag het woord niet gebruiken, maar ja, hier denk je toch aan alle kanten. Jij gaat het worden, je gaat hem opvolgen. En dan ineens zeg je, ik ga weg. Ja. Ik vind het aan de ene kant ook jammer. Want ik vind het leuk om jou in Den Haag te interviewen. Fijn dat je nu een keer een uur hier even rustig kunnen praten. En ergens snapte ik hem ook niet. Het ging zo goed. Ja. Je lag op koers. Ja, dat klopt. Maar je zegt dan, ik wil geen premier worden. Want als dat je doel is. Komende sowieso. Ja, ik wil niet dat ik het daarna wel wil worden. Maar de komende 15 tot 20 jaar niet. Nee. En als je de VVD-lijsttrekker bent, dan
dan is dat, zeker nu, misschien dat over een paar jaar anders, hè, de natuurlijke correctie waar we op Twitter over hadden, is het dan anders. Maar je kunt op dit moment niet lijsttrekker van de VVD worden en dan zeggen, nou, de derde partij, zou, dat is onze doelstelling, is heel mooi. Dat is raar. En als je, ik vind als je lijsttrekker bent van onze partij op dit moment, dan, en je wint de verkiezingen, dan moet je bereid zijn premier te worden. Ja. Vind ik. Ja, alleen moet nooit een doel op zich zijn. Ja, nou, je hebt in een interview in de Volkskrant een paar maanden geleden, waar je afscheid aankondigde, vrij duidelijk uitgelegd dat je inderdaad je kinderen laten opgroeien, zorgen dat je er voor je kinderen kan zijn, dat je weet dat als je premier wordt, dan heb je die tijd niet. Dat is allemaal hele de Wouter Bos-verklaring, maar dan met iets meer substantie, vond ik. Bij Bos vond ik het een beetje smoesje destijds. Nou, omdat het ook, het is ook een omdat het niet iets is wat ik me nu ineens realiseer, maar daar heb ik van tevoren over nagedacht. Je weet ook niet of je, of je kunt wel proberen kinderen te krijgen, sowieso leuk, kan ik iedereen aanraden, maar je weet nog niet of het lukt, of het gegeven is. En dan vind ik, daarvoor moet je er al over nadenken. En ik, het is niet passend bij een beeld hoe ik het voor me zie. Het is niet dat ik daar, dat ik de hele week thuis ben. Dat ook niet. En ik ben ook heel nieuwsgierig naar dingen buiten de politiek, dus dat speelt ook mee. Ja, en het is ook geen gegeven natuurlijk dat als je de lijsttrekker bent of de fractievoorzitter, dat je partij de volgende keer weer de grootste wordt en je überhaupt de premier kan leveren. Nee. En ik heb dat ook niet het idee dat ik de slimste in de Kamer ben, maar ik heb ook niet het idee dat ik totaal kansloos zou zijn geweest. Dus het is een risico. Of een... Ja, als je naar de huidige peilingen kijkt en stel dat Rutte er op laatste moment de brei aan zou geven bijvoorbeeld. Dan denk je, Bart, dat dat de enige reden is? Nou ja, de vraag is of er niet ook een beetje een duivels dilemma aan zit van als je blijft, dan word je zoals zij zijn en als je weggaat, kun je je eigen weg bepalen. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik... Ik vraag dat omdat je net zelf een beetje aangaf van... ik heb mijn best gedaan om mezelf te blijven. De vraag is hoe lang je dat vol kan blijven houden op een bepaald niveau. Ja, en in een bepaaldezelfde omgeving. Ik heb niet het idee dat anderen mij ergens toe proberen te dwingen. Of dat ik het nog steeds moet... Ik heb het idee dat ik het juist nu bevochten heb. Er wordt ook nooit meer gezegd dat ik nog... ik moet natuurlijk... Ik kan veel beter articuleren. Dat kan ik als mens. En minder Brabantse tongval zou misschien ook verstaanbaarder zijn. Maar er wordt niet meer aan mij gevraagd of ik overweeg dat eens te gaan trainen. Dat wordt wel geaccepteerd. En andere dingen van mij worden ook geaccepteerd. Dus ik heb niet het idee dat ik mezelf zijn moet bevechten. Maar onderdeel van mezelf zijn is ook fris blijven. Dingen blijven verkennen. Zorgen dat je nieuwsgierig blijft naar dingen. Ik ben nog volledig gemotiveerd in mijn werk en ik zou dat ook nog kunnen blijven. Maar ik wil het moment voor zijn dat ik denk, het voelt echt alleen, vooral als een opluchting. Het moet ook nog pijn doen als je weggaat. Maar sommige delen mogen opluchten. Hè? Weet je, dat je niet meer iedere ochtend de krant leest en denkt, oh, ik moet er over drie dingen mening hebben. Of hoe ga ik uitleggen dat ik hier nu nog geen mening over heb, omdat ik eigenlijk vind dat heel makkelijk te reageren is. Dat als dat wegvalt, dat is iets wat ik niet hoef te missen. Maar het moet ook nog pijn, het moet ook nog jammer zijn dat je vertrekt. En je moet vooral het gevoel hebben zelf dat ik ergens naartoe ga. Ja, dan moet je dus ook ergens weg. Je kunt niet alles blijven doen. Maar niet dat je het gevoel hebt, oh, ik moet hier echt weg. Dat wil je voor zijn. Die mediatijdsgeest heeft daar wel invloed op gehad. Dat je nu al een mening moet hebben voordat er überhaupt een ophef is. Ja, ik denk wel dat het daardoor sneller is. Dat ook de druk die het heeft van allerlei mensen die we daar dan weer iets van vinden. En dat de mening van mensen ook makkelijker tot je komt. Ik bedoel, ik denk dat 30 jaar geleden politici een heel andere rol hadden. Dat daar ook anders naar gekeken, anders mee omgegaan werd. Dat daarna het al wel ruwer werd, maar als jullie allemaal naar die tv lopen te schreeuwen dat je mij iets vindt, dat merk ik niet. Nee. En als je het op Twitter hoort, merk ik het wel. Zijn mensen soms heel verbaasd als ik dan een reactie teruggeef. Om je lees je dit echt? Dat was niet de bedoeling. Ja, het is een wisselwerking natuurlijk dat politici die eerst inderdaad een soort natuurlijke afstand tot de gewone burger hadden, zonder dat ik ze meteen verheven wil plaatsen, maar die zijn natuurlijk ook zichzelf meer gaan marketen. Zoals influencers op YouTube zichzelf ook als een ik-poppetje zetten. Dat doen veel politici, of meer politici doen dat nu ook. Dus dan zoek je het natuurlijk ook een beetje op. Als je het zelf één op één maakt door jezelf als persoon neer te zetten, dan krijg je natuurlijk ook op de persoon de reactie. Ik zeg niet dat jij dat doet. Ja, ik denk dat je ook sowieso een persoon de reactie krijgt. En dat je wel zelf kunt beïnvloeden in hoeverre je je gezin bijvoorbeeld. Als jij je gezin echt in een spotje zet, dan voelen mensen een lagere drempel om als ze iets naar je hoofd slingeren je gezin er ook bij te halen. Ja, ik zie dat bij anderen meer gebeuren, maar het gebeurt nog steeds. Die vrouw maakte Diederik Samson. Ja, Diederik Samson deed dat. Ja. Ik werd daarna een keer boos op mij dat ik daarna vroeg. Als je dat zo doet, dan zet je je als campaigner je familie in. En als het dan eindigt, ik snap van de mens uit gezien,
is het al extreem tragisch dat je een scheiding hebt en je gezin niet meer bij elkaar is. En dan komen er ook nog eens allerlei mensen zich mee bemoeien. Maar vanuit die mensen gezien is het een deel wat jij aan mij beloofd hebt, is je trouw als familie. Dat heb je ingezet in de gevoelsmatige, niet in je verkiezingsprogramma, daar stond het niet in. Nee, maar je presenteert een bepaalde categorie. De ironie is bij hem, hij had geen enkele belofte gedaan. Heel zijn verkiezingsprogramma was gebaseerd op, je moet niks beloven, er is de tijd niet voor en dat doe ik ook niet. En toch hadden mensen gevoelsmatig, hadden ze het gevoel dat hij zijn beloftes had gedaan. Daarom ging het vanuit mis. Ja, want ze zouden een eerlijke verhaal krijgen, was het destijds. Ja, en als je dat dus meeneemt in de beloftes die je doet, dan vind ik nog, gun ik je nog steeds dat als het privé misloopt, dat je daar niet ook nog eens de hele media en heel Nederland over je heen krijgt. Maar je snapt. Maar de mensen voelen wel minder een drempel om het te doen. Omdat je het hebt ingezet. Ook als je het, ook celebrities die als powerkoppel bij elke rode loper staan. Daar wordt anders mee omgegaan als dat uitgaat dan wanneer de ene taal onbekend is. True. Nou heb ik nog een citaat uit het Volkskrant interview waar ik wat me opviel. Ga ik even voorlezen. Dat gaat over het niveau. Jij hebt tegen de Volkskrant gezegd, toen ik naar Den Haag ging, dacht ik, oh, nou kom ik op een niveau wat betreft analyse en strategie. Dat viel tegen. Dan mag je aanschuiven in de ministerraad. Zou het nu? Nee, toch ook weer niet. Maar de Europese Raad van Ministers, dat zal dan toch echt puik zijn? Ook niet echt. Nee. Dat is een beetje natuurlijk, haakt een beetje in op dat op het verhaal wat over je gaat. Over dat het... Ja. Meteen door te springen naar waar ik heen wil. De huidige, jij bent inmiddels toch wel een van de laatste markante VVD'ers. Zo durf ik je best wel te noemen. Want als je naar de kieslijst kijkt, dan is hij gevuld met in de partij geboren winkeldochters. Sofie Hermans was, als dochter van Loek Hermans natuurlijk, was PA van Rutte. Bente Bekker was PA van Henk Kamp, is speechschrijver geweest van Rutte. Peter Valstar was PA van Hennis als minister van Defensie en van Rutte. Sabine Koebrugge komt uit de JOVD, is nu PA van Barbara Visser. Maar je bent nu niet gewoon de top 20 aan het opleggen. Je slaat ook wel heel veel mensen over. Ja, maar Sofie Hermans en Bente Bekker staan natuurlijk wel heel hoog. Nee, en is de VVD nu niet een beetje zo ingericht dat je carrière kan maken binnen het bedrijf en dat de bron een beetje opgedroogd is, omdat alles om Rutte heen gebouwd is, het succesnummer, de grote man van de VVD, de onschendbare zou je hem bijna kunnen noemen, dat daaromheen minder ruimte is voor mensen zoals jij en anderen. Zelstra is natuurlijk wat ongelukkig gesneuveld, maar een Teven en een Opstelten waren toch ook wel markante VVD'ers. Ja. Henk Kamp en Gerrit Salm, om twee onbeschadigde VVD'ers te noemen, zo gezegd. Die zijn de staatssecretaris werd, was de boodschap, oh, er komt weer een loyale, kleurloze, fletsend partijsoldaat die een keer twee moties heeft ingediend. Die wordt nu staatssecretaris, omdat alles op Rutte 1 is gebouwd. En nu ben ik, als ik vertrek, een markante VVD'er. Dus je moet mensen ook de tijd geven om met zonlicht erop te kijken of het bloeit en minder schaduw van anderen. Even het punt daarvoor, ik snap als je hem zo opleidt. Toen ik hem zelf teruglas het in, dacht ik ook, oké, dit gaan mensen arrogant vinden. En dan past het bij. Maar zo bedoelde ik het niet eens. Nee, maar bij die uitspraken die je van tevoren had. Ik bedoelde het juist, het was voor mij altijd een relativering. Ja, weet je, uiteindelijk zijn het allemaal mensen die er ook maar beste van maken. En ook Merkel die dan in een, nou ja, het was geloof ik geen kelder, maar het was wel een raamloze ruimte waar Juncker nog stiekem ging, nou niet stiekem, maar het mag eigenlijk niet. Die ging daar zitten roken en dat was Tsipras en Orbán. Het is ook niet zo dat Merkel dan binnenkomt en dan analyse geeft en dat de premier van een overzichtelijk land als... Macedonië. Ik had Montenegro in mijn hoofd, maar het was Macedonië. Macedonië dan zegt, oh, natuurlijk mevrouw Merkel. Nee, die gaat dan ook zeggen, oh, als jij dat wil. Maar als jij niet wil dat ze naar je toe komen lopen, moet je misschien niet meer zeggen dat ze welkom zijn. Weet je, dat zo plat. En dat Orbán op een gegeven moment zoiets naar me toe schrijft. Dan moet je eens kijken dat hij zo'n soort Hongaarse revue of actueel had. Dat hij ook gewoon dacht, ik ben uitgenodigd, ik kan hier niet komen. Maar ik ga hier puur mijn desert, hè, wat Mark daarna met zijn Chopin-biografie deed. Deed hij met zo'n blaadje. Gewoon puur uitstralen. Ja, Gutierrez, hoge commissaris van de VN voor vluchtelingen. Inmiddels eindbaas. Ja, mevrouw Merkel, leider van het machtigste Europese land. Het zal allemaal wel. Ik straal hier iets heel anders uit. Dat was voor mij, dacht ik, ja, dit is misschien juist wel... Als je hoopt dat er een mythische, betere mensen zijn die jou regeren, dan is het ontluisterend. Als je ziet dat daar echt gewoon leken bestuur en democratie waargemaakt wordt, omdat het ook gewoon mensen zijn en dat jij je dus niet te min hoeft te voelen als je denkt, nou, zou ik dat wel kunnen? Dan is het op zich relativerend en best wel positief. En ook die mensen die nu op de lijst staan, ik denk dat daar een paar tussen zitten die over een paar jaar markant zijn, maar op hun eigen manier. Je kunt zeggen, ja, ik vertrek. Ik heb alle kansen gehad de afgelopen 10 jaar.
Ik heb niet hoeven veranderen. Ik heb wel eens gehoord, ja, de manier hoe jij je uit in een bepaald traditioneel van deel van de achterban, moeten ze daar erg aan wennen. Nou, dat is natuurlijk een eufemistische manier om te zeggen, misschien moet je anders uit. Ik heb al gedacht, nou ja, dat moeten ze dan maar doen. Dus dat, ik hoop juist dat de ruimte, als je bij ons op, nou, nu ga je geen congres en festivals meer, maar als je daar foto's maakt en niet de shots die media graag maken, dat ze die twee mensen met die stropdas nog gevonden hebben. Maar het beeld is anders. Bitterballen blijven. Ja. Ja. Dus ik denk dat het volgende congres zelfs kunt kiezen met of zonder vlees, maar de bitterballen zullen blijven. Maar ik bedoel, ja, neem mijn stadgenoot Daan de Neef, die op de lijst staat. Ja, die kun je ook zeggen, die speech had je op de een of andere manier zeg je daar niet van. Die heeft bij de fractie gewerkt, die heeft Mark Rutte speech geschreven, is gemeenteraadslid in Breda. Ja, als je 5 minuten op zijn Instagram kijkt, dan past hij niet helemaal in het plaatje wat je probeert op te roepen. Hij heeft wel ook die achtergrond, wel die ervaring. Hey, ik weet niet precies of ik een plaatje probeer op te roepen. Het is meer dat ik denk dat het... Ik vraag me af of de VVD niet in die 10 jaar onder die ongenaakbare leiding van Rutte tot een partij geworden is die volledig op Rutte is toegespitst. Ik denk dat daar binnen de ruimte beperkter is geworden. Ik denk dat het punt dat we juist over de, nou ja, of het een dal is of een top, maar over het punt heen zijn dat het juist nu minder is dan de vorige keren. Hey, maar... Ook omdat de inhoudelijke ruimte er totaal was om te vernieuwen en ook op personen. Dus ik denk dat je, hoop ik, dat is het doel wat we hebben, maar het moet er nog uitkomen, dat je straks meer... Dat je het gevoel hebt dat het opener is en meer markant is en dat er meerdere... types rondlopen die uiteindelijk wel één fractie vormen. Heb je dan op een gegeven moment niet wat meer mensen nodig die binnen de partij wat meer een debat of een ideologische koers varen? Want Rutte is een, als je het positief uitlegt, je kan het ook heel makkelijk positief uitleggen, een uitstekende debater, een man die je overal naartoe kan sturen om Nederland te representeren, die nu in Europa, als Merkel straks weg is, de langzittende is en dus een reputatie heeft en dat is goed voor Nederland. Ja. Maar hij is in debat... Ik knip even als campagnefilm. Hij is in debat onverslaanbaar, maar hij is ook uitgesproken ideologieloos. En hij beweegt mee met de tijd en dat doet hij in zekere zin goed, maar maakt dat intern de liberale ideologische debatcultuurstructuur niet een beetje stuk? Jij hebt een internetverleden onder de nickname Zijkoff. Ja. Je bent een vrij uitgesproken man, dat ben je, dat blijf je. Maar ik heb het gevoel dat het binnen de VVD is dat een beetje doodgeslagen. En dat iemand die dan wel een beetje er raar tussenuit steekt, en nou is misschien Wiebre van Hagen niet het beste voorbeeld, maar die springt dan wel, die kan die dan ook niet. Die is niet eruit gezet vanwege zijn mening, hè? Nee, dat weet ik. Dat slokje op en zo. Ja, ja, en ja. Zich niet, uiteindelijk niet aan afspraken houden, dat nekte hem. Op een gegeven moment, ik ben daar nog in, toen kreeg ik best ook te soft. En uiteindelijk hebben we een duidelijke afspraak. Maar ik denk dat juist over het angstigste punt heen is. Ik denk dat de laatste jaren, en toen kwam corona, maar we waren echt... Er was meer debat dan voorheen. Het gaat wel vaak in de partij, in goede harmonie. Dus niet zoals bij de Partij van de Arbeid heeft een abonnement via de kranten en met ruzie. En dat in inhoudelijke discussie altijd eindigt met het afscheid van een paar partijgenoten. Dat zou ik niet een gezonde cultuur vinden. Maar het was echt aan het verbeteren. Ook de inhoudelijke schwung die we eraan hebben gegeven is daar een teken van. Ik vind zelf ook de lijst, maar dat moet er dan straks uitkomen. Dus we zijn ons heel erg bewust van die risico's die je hebt. Dan vind ik dus ook, wat ik op Twitter zei, op zijn plaats. Want de kiezer op een gegeven moment zegt, nou jullie hadden het zelf niet door, we geven je even een hard seintje. We hebben dat eigenlijk voor onszelf als uitgangspunt genomen. De natuurwet is dat het een beetje af begint te lopen. En dat we dan gaan we straks mensen vragen die een rapport schrijven. Maar we weten al wat er in het rapport staat. Want het is namelijk al 23 keer geschreven over iedere partij die lang de grootste was. Laten we dan nu die lessen vast te harte nemen. Nou, daar doen we een dappere poging toe. Ik zie zelf van binnenuit positieve signalen. Maar... Het duurt lang voordat het om daarop aan te haken, je zag bij die avondklok bijvoorbeeld het laten we zeggen, de gemakzucht waarmee er een wet werd voorgelegd, waar ook de Kamer overigens mee instemde. Hè? Dus het is niet alleen de schuld van de VVD, maar daar werd wel, er werden een soort wat sprongetjes gemaakt zonder het echt heel goed te onderbouwen. En dat voelde een beetje als van, nou ja, we krijgen dat toch wel door, want wij krijgen alles erdoor. En we peilen 43 zetels, dus who cares? Ja. En dat gevoel, zo voelde het voor mij niet, maar als dat de perceptie is, is dat wel een probleem. Nou ja, op een gegeven moment, je zou je af kunnen vragen, als er geen corona was geweest, of dan, je leest het nu wat vaker in de headlines, er zou een zogenaamde Rutte-moeheid zijn. Nou ja, ik snap hem deels, maar ik zie hem ook deels niet, want de peilingen zeggen iets anders. Dus ja, dan kunnen wij wel heel hard gillen dat wij moe zijn, maar er zeggen heel veel mensen zeggen daar nog steeds iets anders over. Maar de vraag is, moet de VVD ook niet toch een keer imploderen, ook om zichzelf gezond te houden? Je moet jezelf af en toe je eigen wiel opnieuw uitvinden. Ja, we hebben dat dus geprobeerd te doen zonder val.
Imploderen, ja. Hoe imploderen je dan? Taal? Nou, dat je gewoon eigenlijk ervan uitgaat intern. Stel je nou voor dat die implosie al geweest was. Ga er gewoon vanuit. Dat is de natuurwet. Dus we kunnen wel wachten tot het gebeurt bij een verkiezing. We kunnen ook tegen onszelf zeggen, we moeten eigenlijk gewoon een nieuwe partij opbouwen. En allerlei dingen loslaten. En we moeten gewoon, wat vinden we nu, vanaf nu gesteld. En als het dan in tegenspraak is tot iets van 10 jaar geleden, ja, dan leggen we dat dan wel weer uit. Als je het niet doet, dan gebeurt wat je zegt. Dus we hebben een poging gedaan om die natuurwet te doorbreken. En ja, kijk, onze partij mag als laatste iets zeggen over peilingen. Dus ik probeer het niet te formuleren als een klacht. Maar we zullen dus daardoor ook nooit weten of dat gelukt was. Ja. Of het ten volle gelukt, of je ook die eindstrepen had gehad. Een deel van de peilingen nu is corona. Ja, dat weet je niet. Er zal misschien dat over 10 jaar iemand analyseert en zegt, nou, een deel was wel degelijk. Dat mensen zagen, hey, ze nemen het niet for granted en ze doen hun best. En ze zien nu wel de problemen ook die deels voortkomen uit keuzes die ze zelf eerder hebben gemaakt. Ja, het is nu niet een ruisloze weg naar de stembus waarin dat alleen beoordeeld wordt. Ik hoef jou het rally around the flag effect niet uit te leggen, denk ik inderdaad. Nee, dus dat speelt ook mee, maar je weet nooit hoeveel. Dat is hetzelfde als de avondklok koppelen aan de één persoon thuisregel. Je kan ze niet los van elkaar beoordelen. Nee, maar je hebt hard getraind om een tegenstander te verslaan. En misschien was het met het strijdplan ook gelukt in een beste opstelling. En ja, als ik even aan het voetbal denk, en op een gegeven moment raken er 3 geblesseerd een dag voor 3 de beste spelers. Ja, als je dan vervolgens, als je al wint, hè, want het is nog lang. Ja, dan gaan ze natuurlijk. Was het omdat je zo goed voorbereid was? Of was het ook omdat de tegenstander minder goed was? En was het anders wel gelukt? Dat zie je bij de PvdA natuurlijk, die 4 jaar lang zich op een goede manier gedijfschouwd hebben, maar wel geprobeerd om een beetje constructieve oppositie te voeren. En vlak voordat de verkiezingen beginnen, moet de partij leiden. De rol die Lodewijk Asscher in die coronadebatten vervulde, die is nu weg. En dat moet je ook opbouwen. Dus het zegt niks over ploemen. Maar het zijn wel andere debatten nu. Okay. Ik wil even naar de campagne, Bart. Ik had nog één ding. Wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, over als de VVD, het ziet ernaar uit dat jullie met de verkiezingen straks weer de grootste worden. Als er dan dat vraag ik als kiezer, niet als VVD-stem, maar wel als kiezer. Die Rutte-doctrine, of die nou wel of niet bestaat, daar kunnen we nog heel veel bier over drinken en over doorgaan. Maar het uitvoeren van van die motie omzicht over die artikel 68, betere informatievoorziening. Rutte schreef in die brief, of in die campagne-uiting van afgelopen weekend, schreef hij dat hij geleerd had dat je fouten kan maken en ze ook gewoon kan erkennen. Mm-hmm. Ik zie dat vanuit waar ik sta nog niet, of zeker niet voldoende. Als je nou jezelf wil uitvinden en door wil gaan, zou dat het, als ik de positie in mag nemen om een advies te geven, meer eerlijkheid, sneller fouten toegeven, kom je volgens mij met veel meer weg. Iedereen snapt dat er fouten gemaakt worden. Als goed kom je er dan niet meer mee weg. Maar ik bedoel, dan snappen mensen het. Ik heb het verkeerd gedaan. Geef me de kans om het ook op te lossen. Ja, dat in plaats dat van te blijven doen alsof er geen probleem is. Want ook nu is het kabinet demissionair. En zie je Rutte nog steeds heel veel moeite hebben met het erkennen van de fouten die gemaakt zijn en de rol die hij daarin gehad heeft. Ja, ligt misschien aan het dossier. Ga ik dan even nakijken hoe jij het ziet. Ik zie namelijk dat hij heel veel. Bij corona werd op een gegeven moment gevraagd, kunt u 3 dingen reflecteren? Toen kwamen er 6 fouten uit. Dus ja. Eén slotvraag daarop dan. Open vraag. Waarom kleeft er niks aan de VVD in dit opzicht? Zo'n toeslagaffaire is echt een behoorlijk drama en het lijkt toch niet te kleven aan de VVD. Ja, ik denk dat het wel kleeft aan ons, maar niet alleen kleeft aan ons. Omdat ook andere partijen en de Kamer en de rechter en de uitvoering en dat er niet een hoe dun het is waarbij een VVD er uiteindelijk zei, dit maar niet, is niet goed. Er niet zijn alleen, heel veel momenten niet alleen geweest. De toeslagen, maar ook de te laat opgebouwde vaccinatiestrategie. Het is moeilijk om het te kunnen bereiken. Ja, die vaccinatie. Ja, daar heb je in december nog met 3 creatieve oplossingen geprobeerd aan Hugo te vragen. Maar ook dus aan het kabinet en dus aan Mark. Begin wel, en dat was toen symbolisch. Zijn we het ingelopen. Ik weet niet waarom dat niet. Misschien kleeft het ook wel. Ik weet het niet. Nou, het kleeft in ieder geval niet in de peilingen. Nee, maar en daar sta ik wel van te kijken. Dat als Wopke Hoekstra een rondje gaat schaatsen met Sven Kramer, de 4 zetels afgaan. En als je kijkt naar wat er af. Zo. Nou, geen verlogen de 4 af. Die man was niet goed in nieuws. Ik denk dat je dat kan verklaren doordat ze van Wopke Hoekstra, die gewoon 4 jaar lang een goede gedegen minvin was, waar iedereen
ongeveer neutraal tot positief instond, voor de meeste mensen, waar ze nu in één keer een soort campagnepop van proberen te maken, die dan dingen gaat doen die zo opzichtige campagneuitingen zijn, dat het tegen je werkt. Dat mensen denken, oh god, er komt er weer eens ons beeld in gelijk. Maar ja, kijk, laat ik zo zeggen. Ik kan me ook nog een campagne herinneren in 2006. Hadden wij een kerstverse lijsttrekker, Mark Rutte. Die won toen ook niet meteen. Niet dat ik wil profiteren dat Wopke wint of zo. Maar een eerste vraag maar aan ieder, of welk niveau je het ook doet. De campagne is echt, die wordt echt totaal anders behandeld. Hoezo wordt je totaal anders behandeld dan? Nou, er wordt veel meer van je gevraagd. Overal wordt opgelet, alles wordt uitvergroot. Dat is niet een excuus, maar het is gewoon echt een hele andere divisie waar je dan in moet spelen. En dat moet je sowieso beseffen, want dat helpt volgens mij. En je kunt het niet trainen of voorbereiden hoe zo'n dynamiek. Je moet, als je niet een paar keer al een shitstorm hebt meegemaakt, dan is het hele fenomeen shitstorm je onbekend. Ja, als je er dan in één keer in zit, dan heb je nog niet de reflex om daar goed op te reageren. Maar als ik nu kijk naar jullie campagne, dan is het eigenlijk een campagne voeren van Mark Rutte zonder campagne te voeren. Het stempeltje wordt er niet op gedrukt. Ja, we zeggen, we zijn open. Dit is de campagne die we voeren. En die is heel anders. Omdat die, maar ook, het voelt heel onrustig, hoor. Het is de laatste 3 weken zo waar we nu in zitten. Het is gewoon veel, veel makkelijker als het een normale campagne is met reacties en uitspraken en hup, klap daarop. Dan ben je namelijk lekker iets, ben je aan de bal, ben je dingen aan het doen. Nu is het, zie je, af en toe probeert iemand iets te doen en dan zie je de samenleving zeggen, hallo, ik heb geen behoefte aan campagne. Ja, moeten we dan zeggen, ja, maar wij wel? Ja, maar is het ook niet een beetje, hè, die persconferentie zit er ook eigenlijk toch als soort campagne voor? Nee, waar Bart het net ook over had, die brief, ontsturen is er ook campagne voor. Die brief is voor. Campagne, tuurlijk is die brief, die wordt toch ook niet gefinancierd door de FVD? Dat doet de Rijksvolksdienst. Nee, mijn frustratie zit vooral bij dat media dat dan overnemen als Mark Rutte schrijft een brief. Nee, Mark Rutte voert campagne voor de VVD. Ja, kijk, daar kan de VVD niks aan doen. Eigenlijk wilden we nu geen brief meer schrijven, want dat hadden we al een paar keer en iedereen was het gaan doen. Alleen we dachten wel, ja, als we nu met een vernieuwend campagne-ding komen, dan valt het verkeerd, want daar is geen behoefte aan. Dus nou ja, dan doe je weer een brief, gekoppeld aan een langere tekst online en heel erg vanuit de inhoud. Aangevlogen. Ja, die persconferenties zijn er gewoon. Het enige is, de ritme is zelfs aangepast. Want eigenlijk zou na deze week de volgende persconferentie midden in de verkiezingen zijn, op de 16 maart. Nou, dat is misschien een beetje raar. De dag van tevoren dus, nu is dus die week eerder. Dus, maar ja, nou, dan kun je roepen, er is een week van tevoren een persconferentie. Ja, maar we hebben ook een pad. Ja, we kunnen hem ook een keer niet doen, of alleen de tolk. Maar de overtolk, maar er moet wel iets gezegd worden om te vertalen. En hij is in ieder geval niet een dag voor de. Ja, eigenlijk is het dan middenin. Hè? Dus je 15 mag je al stemmen. Moet ik nog even wennen. Maar een paar maanden terug, toen werd ineens was dan nieuws. En dat, eigenlijk was dat een beetje de aftrap van jullie campagne. Toen mocht je ook overal aanschuiven. De ruk naar links. Ja, nou ja, dat zo werd dat omschreven. Ik had dat zelf niet. Je had het zelf niet zo. Frame, jij noemt het warm rechts, warm geloof rechts, ik. Ja, ja, vind ik ook een kultterm trouwens. Maar, wat zei je? Een verkiezingsprogramma was dat. Ja, dat ineens, nee, daar ja, je een beetje doorheen. Compassionate conservatism vind ik niet bij mijn pas. Waar komt dat vandaan? Waar rechts leek me dan. Maar waar komt het vandaan? Want heeft dat ook te maken met toch dat op de rechterkant, die wat, nou, extreem rechts wil ik het niet noemen, maar toch echt wat rechtser zijn dan de VVD. Dus dan heb ik het over een jaar 21. Ik heb het over een Forum voor Democratie, ik heb het over een PVV. Dat je daar een soort fatsoenlijk tegengeluid wil zeggen, of er zijn toch iets socialer geworden. Waar komt dit ineens vandaan? Nee, het komt gewoon. We hebben eerst in die partij discussies gehad. Dan heb ik een discussiestuk geschreven. Daar hebben we in de partij verder over gediscussieerd. Daar hebben we goed geluisterd ook naar onze leden. We hebben gekeken, wat zijn eigenlijk de doelen die we willen bereiken. En ga dan niet zeggen, ja, maar 3 jaar geleden hebben we dit ingevoerd. Ja, als het niet werkt te werken, moet het anders. Niet meer focussen op de middelen. En gewoon zien dat er in de wereld dingen zijn veranderd, waardoor oude recepten niet meer hetzelfde gerecht opleveren. En dan heb je al een probleem. Als groei van de economie decennia zorgde voor groei van de middenklasse en iedereen ging erop vooruit, en daar zit nu de kink in de kabel, ja, dan moet je niet zeggen van, ja, maar we zijn voor, groei is altijd beter. Dan moet je zorgen, want dat was het doel niet. Het doel was dat de meeste mensen het beter kregen. En zolang dat met manier A werkt, kon je manier A voortzetten. Als je nu begint te merken dat dezelfde dingen die je doet niet meer opleveren wat je wil, dan moet je daarin veranderen. Nou, zijn pragmatisch. Ja, omdat je doel en omdat je idealen hebt. En niet getrouwd bent aan 10 jaar geleden vonden we dit of dat. Of aan, ja, je moet voorkomen dat je slogans wordt. Stond je er zelf helemaal achter?
Achter de inhoudelijke... Achter die hele nieuwe... Die hele... Ja, zeker. Want ja, daarom was het een discussiestuk van mij. Dat is nog niet van de partij. Ze hadden ook, de partij had ook kunnen zeggen, hoor jij hier nog wel thuis? Maar ze zeiden eerder van, oh, heb je het zelf ook eens door? Ja. Dus dat discussiestuk, dat is van mij. Het verkiezingsprogramma is daarna van de leden. Daar staat heel veel in waar ik heel blij mee ben dat het anders is dan de vorige keer. Er staan ook dingen in die ik niet gehaald heb. Er staan ook dingen in die de leden toch nog een beetje aangepast hebben. Nou, dat is een ledendemocratie. Het verkiezingsprogramma is van de partij, waar ik mezelf heel goed in herken. Het discussiestuk was echt voor mij en het boek is ook weer voor mij. Dus ja, goed dat je mezelf even infiets qua campagnetijd, want we gaan langzaam richting het einde. Want iedereen schrijft dan ook een boek. Ja, iedereen, nou, neem maar mee. Ja, dit is een gesprek, ja, begrijp ik, met ja, Tim Verstel. Ja, dat moet je heel inzoomen. Tim staat op de, Tim zit er ook op. Ja. Maar dit mocht dan weer niet op de voorkant. Maar moeten we dit allemaal gaan lezen? Want iedereen brengt nu een boek uit. Moeten. Kijk, je moet niks. Kijk, dit is niet een pamflet, het verkiezingsprogramma met meer woorden. Dit is wat er achter zit aan denkwerk. Het is een beetje, zeg altijd, ja, het is allemaal optimisme, kiezersonderzoek, bla bla bla. En nou, als je nog een beetje het idee wil hebben, wordt er ook nog nagedacht. En zijn er nuances? Ja, er wordt nagedacht. En dat staat hierin. Dus dan kun je zien dat er meer is dan alleen een verkiezingsprogramma. En het is ook gewoon hoe ik naar dingen kijk. Dus het is niet een, als je wil weten wat er 3 jaar geleden op maandag zoveel mei in een coalitieoverleg is gebeurd, moet je niet lezen. Want dat staat er niet in. Maar wel hoe ik kijk naar de samenleving, hoe ik denk dat we vooruit kunnen. En daar staan dingen, veel dingen in die terugkomen verkiezingsprogramma, maar niet allemaal. Okay. 17 maart, ik denk, als ik een kleine voorspelling mag doen, dat je 18 maart een goede kater hebt. Dat je een borrel hebt gedronken, maar ik bedoel van de drank. Niet, maar vanwege van de verkiezingsoverwinning. Ja, dat zei Napoleon over champagne. In victory you deserve it and in defeat you need it. Dus ja, dus sowieso heb je een kater, ja, 18 maart. Ik denk dat bijna iedereen wel een variant daarvan heeft om een excuus te hebben om toch gewoon die fles open te kunnen krijgen. Ja, dus die moeten we ook niet te lang laten liggen. Hè. Mensen die altijd zeggen, ik bewaar deze fles champagne voor een goed moment. Het beste moment is nu. Okay. Dat is niet iets wat je moet bewaren. Nee, jij bent ook wel van dat glas is half vol, zeg maar. Ja, zeker met seizoensproducten. Het wordt smeriger als je het langer laat liggen. Dus. En dan? Zijn we dan van je af? Of krijgen we je nog een keer te zien? Kom je nog een keer terug? Word je een van de vele, vele, vele voorlichters en strategische adviseurs op het Binnenhof? Nee, dat niet. Nee, er zijn wel meer producten die we proberen te ontwikkelen. Ik ga een bedrijf beginnen met een paar mensen, kijken of dat lukt. In de research framing en campaigning zit er wel in, maar ook gedrags, hoe mensen echt keuzes maken. Dus mensen worden vaak gevraagd in surveys, wat vindt u van? Maar dat is helemaal niet de indicatie wat mensen ook echt doen. Dus daar zijn slimmere methoden van om dat te onderzoeken en daar ook je voordeel mee te doen. En spannend. Dan zijn er best veel maatschappelijke ontwikkelingen die in de politiek beslist worden, maar er zijn er minstens zoveel die eigenlijk de politiek alleen maar inkopt en afrondt. Dus je gaat dus gewoon gelijk aan de slag? Ja, dat is wel mijn bedoeling, ja. Dus geen wachtgeld, gewoon lekker aan het werk. Ja, sorry, ja, misschien moest de eerste maand of zo. Maar ik ga wel ontheffing vragen zodat ik meteen mag beginnen, want anders eigenlijk moet je 3 maanden... Ben je verplicht om drie maanden pauze te houden, maar er wordt wel aanbevolen om niet te snel in iets te stappen waarvan je niet zeker weet of het is. Maar dan ga ik het even naar. Militairen die uitgezonden zijn naar Afghanistan, precies, en die via Kreta terugkomen om echt even te ontspannen. Ja. En wat ga je missen? Ja, die adrenaline die ga je wel missen, gewoon fysiek. Dan moet je daar gewoon van afkicken. Wat? Dus dat ga je, ja, dat denk ik wel. Daar hou ik wel rekening mee. Is het echt zo'n elke dag weer een wedstrijd? Ja, je staat altijd aan, de telefoon moet je meteen aan. Het is niet als mijn telefoon gaat, is niet dan denk ik, oh gezellig, wie zou er eens bellen? Dan denk je eigenlijk, oh shit, er is shit. Wat is er nu weer? Wat nou weer? Ja. En die kans is best groot. En elke dag. En soms heb je 3 dagen na ben je al vergeten waar je ze druk om maakte. Omdat het niet groot is geworden. Maar dat geeft wel gewoon, dat is gewoon fysiek iets. Dus waar ik ook gezond vind als ik het zal gaan missen. Maar, wat ga je niet missen? Nou ja, op het moment dat het je heel dicht bij huis komt. Dat ga je niet missen. Maar die roze microfoon, die kon je wel hebben? Ik heb daar nooit, nee. Ik heb daar nooit aan geërgerd. Nee. Wat is de tip voor je opvolger? Ik heb me altijd vooral hilarisch. Ik heb me altijd vooral lollig gemaakt om mediatrainers die dan de roze microfoon nadeden. Dat was fantastisch. Die trainingen geef ik ook wel eens. Fantastisch. Ja, ja, maar bij jou is het nog wel geloofwaardig. Als je Tom Staal aan kan, dan kan je iedereen aan. Dat was de slogan. Dat zo'n trainer ook vraagt wanneer we het laatst geneukt hebben. Ja, dat hebben ze al een keer gevraagd aan Mark. Dat gaan ze niet nog een keer doen. Maar nee, ik heb dat altijd. Ja, ik heb volgens mij niet.
Ik was niet iemand volgens mij die expres drie keer langs de patatbaan liep in de hoop dat je me nog een keer aansprak. Maar ik ben ook niet omgelopen om het te ontlopen. Er zijn er een paar die dat inderdaad doen. Over die trainingen. Er was dus ooit zo'n training in een gebouw ergens met meer dan 150 mensen. Die kregen dus zo'n soort anti-Pont training. En toen ging Pont wilde daarheen om te gaan filmen. En toen hebben ze doodsbang de deuren dichtgegooid. Dat klopt, ja. Tech-training. Als je nou ooit iets wilde leren, dan laat je ze toch meteen binnen. Maar goed. Nee, we hebben als dat, toen je in de Heemraad naar de Duitse grens was gekomen voor ons fractieweekend. Ja, dat was mijn eerste weekend met Poont. Ja. Toen hadden we achterhaald waar ze hun fractieweekend hadden. Maar we konden nergens parkeren. Dus toen ik die auto uitstapte en die roze microfoon pakte, was mijn koffer al blauw. Dat zijn die weekenden, die beruchte weekenden waarop alle VVD'ers ineens hun eigen kleren aan hebben. Inmiddels pak dat ook op andere momenten. Ook dat leren ze trouwens bij de JOVD. Twee fracties geleden, ja, serieus. Een collega in Spijkerbroek werd gewoon aangesproken door een senior fractielid. Waarom draag jij een Spijkerbroek? Echt, ja, tegenwoordig is dat gelukkig flink veranderd, maar probeer maar eens character te worden als je een uniform moet. En vanaf het moment dat je je spijkerbroek mocht dragen, dacht jij van ik ga nu eens wat mooiere pakken aantrekken? Ja, wanneer was dat toch? Nee, dat was het moment dat ook een goed bedoeld adviseur zei dat ik me te dandy kleden om aansluiting te vinden. En als ik verder wilde komen, dat was voordat ik staatssecretaris werd, dat ik dan toch wel eigenlijk gewoon een slechtere pak moest dragen. Ik denk, nou, ik zal er een vest bij doen ook. Maar ik denk, schijt toch uit, joh. Ja, daar heb je wel goed naar geluisterd vandaag. Vandaag, ja. Ik noem me de enige met een jasje. Ja, dat is waar, ja. Maar dat op een gegeven moment, het moet ook geen uniform worden. Dus je moet daar ook in... Hey, even een persoonlijke vraag. Heb jij, reageer jij bij geen stijl? Nee. Echt niet? Nee. Oh, jammer. Is er iemand waar het op... Nee, dat vragen we altijd. We zijn wel benieuwd naar je nick. Nou ja, ooit. Maar ik heb wel... ooit, ja? Ja, dat die had je al onthuld. Dat was Seikhoff. Ik dacht dat hij daar gewoon onderschreef op Twitter of zo. Nee, ik schreef columns in het studentenblad onder die titel. Je hielp ook mensen met hun computerproblemen in bepaalde fora, geloof ik. Ja, ook. Ja, dat was gewoon een standaard nickname. En dus als mensen een grapje willen uithalen, helaas, Seikhoff.nl heb ik gewoon zelf geregistreerd. Dus dat is al 10 jaar trouwens. Dus iedereen, het was heel makkelijk te vinden. Maar niemand heeft ooit gezocht. Maar jullie hebben nog dieper gezocht op die nickname, ja. Nee, ja, dat was gewoon mijn internethandle, ja. Oké. Okay. Ik weet wel een beetje hoe ik over kan komen. We hebben nog reaguurdersvragen voor je. Ah, leuk. Durf je dat aan? Ja. We hebben er 3 uitgekozen. Ja. Eentje van Pluk 2. Is de VVD blij met de coronacrisis... zodat de focus in de campagne niet ligt bij het rapport Ongekend Onrecht? Nee. Nee, dat is niet blij, maar... Nee. Denk je dat het wel meewerkt? Dat die crisis wel heel veel aandacht afleidt? De crisis zuigt gewoon bijna alle aandacht van mensen op. Het is het dominante thema van mensen, voor mij persoonlijk ook. Je weet nooit wat er anders was gebeurd, maar dat is gewoon een feit. Ik ben daar niet blij mee. Ik heb liever dat de verkiezingen... Als vorig jaar een of andere op een kruispunt, net zoals Blind Willie Johnson ooit zijn ziel verkocht aan de duivel om goed gitaar te spelen, tegen ons had gezegd, je hebt 2 keuzes. Je wint de volgende verkiezingen, maar er breekt wel een pandemie los. Of al die mensen gaan niet dood en de economie gaat niet kapot, maar je verliest wel de verkiezingen. Dan zou Kees Berghuis, hadden we gewoon sollicitatietraining gedaan. Dan zou Kees Berghuis antwoord A verloren. Kees Berghuis zou antwoord A gegeven. Ah, nee. Hem wordt zoveel toegeschreven. Ja, dat is zo makkelijk voor al die anderen. Dat is de hoofdvoorlichting van de VVD. Ja, ik weet het, ja, inderdaad. Ik was de eerlijkste man in showbiz. Ik kwam hem ooit tegen ik ben hem al vaker tegengekomen, maar ik kwam hem tegen bij het debat tussen Rutte en Baudet in de Rode Hoed. Ja. En toen kwam hij naar me toe en toen zei hij, jij bent Bart toch? En toen gaf hij mijn hand en zei, ja, jij bent de meest verschrikkelijke man van het Binnenhof. En toen zei hij, ja, ik ben de Roger Stone van Den Haag. Ja. Ja. Zei, je weet dat ze die net van zijn bed afgetrokken hebben, hè? Toen zei hij, ja, denk je dat ik rustig slaap s'nachts? Oké, laatste woord is voor jou. Fantastisch, maar daar kom je nog een keer achter, joh. Ole Guapa vraagt, zoals bekend gaat VVD niet regeren met PVV en FVD, maar hoe kijkt u naar Ja 21? Toevallig hebben we Joost Eertmans hier volgende week. Partij die nu op 3 zetels staat. En zich expliciet open voor business verklaart. Zou je daar wel mee praten? Joost, vreet heel de PVV en Forum leeg. Zou ik zeggen. Doe dat. Ja. Zorg dan dat je geen mensen in huis hebt die door brievenbussen plassen, racistisch doen, hun vrouw uitlenen en dat soort zaken. En hou je gewoon get your act together. Dan zie ik geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. Oké, je zegt wel, zorg dat je geen Lucassen die door die brieven weer zijn pist en dat soort dingen. Hij heeft die ellende bij de LPF meegemaakt. Ja, dus ik denk, en hij heeft daarna
10 jaar ervaring of is er niet meer opgedaan in Rotterdam. Hij is wethouder. Dat doet hij hartstikke goed. Er is niemand met zoveel partijen ervaring als Joost Eerdmans. Heel goed gerelativeerd weer, Klaas. Dat is ben je zo. Echt een koning. Nee, ik neem aan dat hij dat... Ja, kijk. Ja, dus ik hoop dat hij nu precies weet wie die... Ook al bieden ze, komen ze met een zak geld aanwaaien... of bieden ze mooie korte termijn campagnekansen of bekendheid... dat hij goed weet hoe hij moet kiezen. Maar hij was natuurlijk wel zelf ook eerst bij Forum gegaan. Dus dat relativeert weer even. Het kompas staat niet altijd strak. Maar los daarvan, kijk, het is niet mijn partij, dus ik ga geen reclame maken. Maar natuurlijk sluit je dat niet uit... Maar ja, in die hoek moeten we eerst maar eens kijken wat er gebeurt na de verkiezingen. Het is voor pijlers ook moeilijk te voorspellen. En ja, ik ben er gewoon maar met één partij bezig. Maar ja, er zijn er twee uitgesloten. Ja, goed. Laatste van iets anders. Vindt Klaas Dijkhoff dat Nederland er de afgelopen 10 jaar beter op is geworden? Zeker. En waarom? Ja, omdat ik sowieso optimistisch mens ben. Maar ik denk dat we... dat we het ook allemaal hadden gemerkt veel meer zonder die pandemie. Dat we net op dat punt waren dat je weer kon gaan investeren. Maar ik denk dat heel veel, maar dan wordt het technisch. Maar gewoon we reden gewoon met, of het nou pensioenen is, het hoeft niet leuk te zijn. Maar met de welvaartsstaat op een muur af die gewoon totaal onhoudbaar was. Daar is veel in gefixt. Ik denk dat er in neem de rol van het slachtoffer in misdrijven en hoe onze rechters inmiddels... Europees gezien aan de zware kant straffen, dat daar meer rechtvaardigheid in is gekomen. En dat er ook, helaas hebben we het nu moeten uitgeven, en dat doen we terecht, hè, aan steunpakketten om leed te verzachten in de coronapandemie. Maar als we dat hadden kunnen investeren, hadden we nog beter voorgestaan. Maar dat we die mogelijkheid hadden, dat is wel te danken aan ook wat we de afgelopen 10 jaar hebben gedaan. Maar er is ook nog een hele hoop niet goed en een hoop te verbeteren. Die steun waar je het over hebt, die miljarden, dat is een vraag die ik altijd heb. Dan wordt er altijd gezegd, ja, je kunt nu op de zakelijke markt bijna gratis geld krijgen. Ja. Ja, daar geloof ik dus nooit geen ene zak van. Gratis geld bestaat niet, uiteindelijk moet het terugbetaald worden. En ik hoor niemand, ja, of je hebt, zeker in deze verkiezingstijd... Ja. Vertellen over hoe hard de klap straks gaan worden. Nee, omdat dat komt omdat de schuld loopt gewoon op. Ja, en die is straks ongezond, dus die moet je een keer gaan terugbrengen. En een schuld is hoeveel je geleend hebt, is een vast absoluut bedrag. En de cynische manier om er vanaf te komen is inflatie. Want dat vaste bedrag blijft hetzelfde. En als je dan alle euro's 10 keer minder waard worden... Dan krijg je wel 10 keer zoveel betaald op je factuur. Dat klinkt dan heel stoer. Maar je oude schuld, als je een hypotheek hebt... is inflatie best wel op dat geïsoleerde gebied fijn. Maar de gezonde manier is harder te groeien dan je tekort is. Dan neemt die schuld namelijk ook af. Zowel omdat je een beetje aflost... maar ook omdat je het percentage schuld ten opzichte van je BBP... dat neemt dan ook af omdat je groeit. Ja. En er is niks mis met de economie onderliggend. We hebben een enorme pandemie die vervelend is. Eerdere crisis had je vaak dat er een structurele problemen in je economie zaten. We hebben wel problemen in de economie en dingen te fixen. Daar gaat het niet om. Maar dat is niet de oorzaak van deze crisis. Dus het perspectief om er snel uit te groeien... zeker als je ook straks, als je meer kunt en de vaccins beginnen te werken... ook goed kijkt naar de schuldenlast van ondernemers. Als je als belastingbetaler bereid bent om te zeggen... dan zijn er twee manieren hoe ik mijn geld niet terugkrijg. Namelijk of een faillissement of zeggen... nou, we schelden een hoop schuld kwijt. Dan kun je in ieder geval weer verder met je zaak. En dan moet je dat wel echt doen bij mensen... niet slimme, handige types die nou denken... ik stop nu met belasting betalen. Het is een soort PGB-fraudesysteem. Ja, dat moet je niet hebben. Dus er moet wel een beoordeling zitten dat het echt gewoon... Nou, bij een horecaondernemer is vrij makkelijk uit te rekenen dat die schuld echt niet komt doordat hij zijn cent op zak heeft gehouden en weggesluist, maar dat hij echt gewoon aan de grond zit. Ja, als we dat snel kunnen doen straks in een restart, dan kun je ook weer goed groeien en dan kun je op een verantwoorde manier die schuld weer af gaan lossen zonder hard te bezuinigen. Moet je alleen niet nu extreem veel geld uit gaan geven in je beloftes. Okay. In je nieuwe kabinet. Okay. Bart, heb je nog een prangende vraag? Ja, ik wil toch nog één bitchy vraagje stellen. Graag. Om de balans te houden. Maar dat komt wel heel makkelijk weg. Jij zit hier zonder woordvoerder of voorlichter. Maar ja. Mogen Daniel Koerhuis en Jeroen van Wijngaarden ook zonder voorlichter de deur uit? Volgens mij gaan die tweets van Daniel niet door een woordvoerderfilter. Jeroen weet ik niet precies wat daar mee is dan. Maar ja, Daniel, als je het hebt over characters... Ja,
Ja, een slagerszoon. Dat is het toch wel een character, zou ik zeggen. Yeah. Ja, Van Wijngaarden die was in het debat over de avondklok was hij heel overduidelijk een tekst aan het oplezen die hij volgens mij niet zelf had samengesteld. Ik zal het om navragen, maar ik heb een tekst niet gemaakt. Volgens mij wel. Nee, ik zeg niet dat jij het wel gedaan hebt, maar... Ik zal het checken, maar volgens mij... Ik vond het... Dat is ook vervelend voor mensen, maar soms dan zie ik iemand acteren en dan denk ik, ja, Toys, dit is hij. En dan, Wiebes had het in het begin ook. Van, wat doet die man raar? Nee, zo is hij. Zo is hij, dan duurt het een tijdje voordat je weet, oh, zo is iemand. En er zijn best vaak mensen die uiteindelijk een character worden waarvan in het begin gedacht werd, zo is hij. Nou, Rob Jetta had ook niet in de eerste twee fijne weken, nou weet je hoe die is. Dus... dat moet ik even... Ik heb dat debat gekeken, ik had niet het beeld dat hij daar niet zichzelf was of het... Nee. Ja, het zag eruit als een corvée-dienst. Maar laten we het avondklokdebat niet nog even gaan... Beste Klaas, heb je het gevoel gehad dat je alles hebt kunnen zeggen... of is er nog iets wat je kwijt wil? Ik ga niet nog een keer over mijn boek beginnen. Nee, dan moeten ze gewoon kopen. Hè? Hoeveel zijn er al verkocht? Ik weet het niet. Je kijkt nooit op de bonnetjes, dat is waar. Maar dit is ook nog niet betaald. Ik kijk er wel naar, hier zal ik heel eerlijk zijn. Toen ik vorige week die bestseller top 60 niet instond en hoorde van de uitgever dat ik op 61 stond, achter Faya Laurens Killer Body, dacht ik, ja, dat is toch vervelend. Ik heb vandaag gekeken in de bestseller top 60 en hij staat zwaar op 33. Dus dat, kijk aan. Dat vind ik niet tegenvallen van een politiek boek. Nee. Maar het precieze aantal... Na deze uitzending zag hij ongetwijfeld weg met onze invloed kennende. Jullie halen ze terug van, je brengen ze allemaal terug. Weet je wat ik leuk zou vinden? Want als je het leuk vindt, als je straks politicus af bent voor een tijdje en weer gewoon en ook een biertje in beeld kan drinken, dat je als onze Schipsnootjes bierbar weer open gaat, dat je dan een keer gewoon lekker een biertje kon drinken. Ja, lijkt me goed. Nou, want ze wel andere dingen dan politiek hebben. Zullen we dat doen? Dat is goed. Dan dank ik je hartelijk voor je tijd. Stuur ik een offerte als zelfstandig ondernemer. Ja, stuur maar een offerte. Doen we daar verder ook niks mee. Nee, dat weet ik niet. Maar goed. Bart, ook dank je wel. Kijkers, bedankt. Deze uitzending is wegens speciale omstandigheden vooraf opgenomen. Maar beloof u, er wordt niet in gemonteerd. Dit was Schermtijd voor Politieke Partijen. Is niet in gemonteerd, moet je dan zeggen. Want op het moment dat mensen dit lezen... Ja, het is lastig. Ik zit midden in mijn zin. Ja. Whatever. Deze uitzending is voor speciale omstandigheden vooraf opgenomen en er is of was niet in gemonteerd. En ik praat vast door je heen om dat te bewijzen, want normaal gesproken zouden we dat dus inderdaad kunnen monteren. Precies. Deze uitzending is vooraf wegens speciale omstandigheden vooraf opgenomen. Er is niet in gemonteerd, dat beloven we u. U kunt er dus, het is nu zo waarschijnlijk ongeveer 22:30. Bedankt voor het kijken. Zoek het allemaal lekker uit. Volgende week Joost Eertmans op vrijdag om 21:00 van Ja 21. Dankjewel.